kanaal hier beneden natuurlijk, want vandaag gaan wij lekker Minecraft OneBlock live spelen met z'n allen. Mij leek dat een superleuk idee. En jullie volgens mij wel ook aan de likes te zien van de andere OneBlock video. Oh, daar gaat hij al. Kijk, we zijn er in de stream vandaag. Wil ik echt van alles gaan doen. Ik wil allemaal dingen gaan bouwen. En dat wil ik dus niet alleen doen. Dat wil ik namelijk samen met jullie gaan doen. Wij gaan gewoon met z'n allen allemaal dingen bedenken om te kunnen bouwen. Waarom staat dit hier nog? Oh nee, dit staat hier trouwens nog van die ene keer dat ik hier naar beneden ben gevallen. Uh-oh. Hier staan allemaal stenen. Hoezo staan hier zoveel stenen? Dit moet allemaal weg. Welkom iedereen bij de livestream. Ik zie de hele chat nu al volstromen. Dat is niet normaal. Dit moet... Oh, daar gaan mijn steentjes. Oh nee, ik mag... Oh! Ik wil hier niet naar beneden vallen. Alsjeblieft. Ben zo me vast. Oh nee, ik wil hier niet naar beneden vallen. Bedankt voor de 1.200 likes hoor. Klik zeker op dat duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren hier beneden. Want vandaag gaan wij heel wat epische dingetjes bouwen hopelijk met elkaar. Oh nee, daar gaan mijn netherstenen. Mijn netherstenen die ik laatst zo mooi in de nether heb gehaald. Doei! Ik kan ze niet meer pakken. Ik ga er ook niet achteraan, weet je. Want straks ga ik nog dood. En dat heb ik liever niet. Ik ga liever niet dood voor één zo'n klein steentje. Want ja, wat heb je nou weer aan één zo'n klein steentje? Helemaal niks. Staat de muziek trouwens hard genoeg, zacht genoeg of te zacht? Laat het lekker allemaal gewoon weten in de chat. Ik lees het allemaal. Of nou ja, ik lees het niet allemaal. Maar ik zie het wel echt super vaak voorbij komen. Als mensen het tenminste zeggen natuurlijk. Hoppakee, het deurtje gaat weer dicht. En we zijn hier dus in mijn lekkere mooie kleine eilandje aangekomen. En ik wil hem vandaag een klein beetje gaan uitbreiden. En ik wil er een klein projectje bij nemen. Waar we puur vandaag met z'n allen aan kunnen werken. Wow, we hebben een 1 euro donatie van de gamers. De gamers, shout-out naar jullie. Want het is meervoud, want het is de gamers met een S erachter. Bedankt voor jullie 1 euro donatie. Dikke shout-out naar jullie allemaal. Heel erg bedankt. Oké. Even kijken hoor. De muziek is te zacht. Oh, nou weet je, dat kunnen we heel makkelijk oplossen. Dan doen we hem net een klein tikkeltje harder. Kijk, de muziek staat net een tikkeltje harder. Ik hoop dat het nu gewoon lekker te horen is allemaal. Muziek is prima. Kijk, dat is helemaal super. Oké, wat zeggen mensen allemaal? Wat zal ik bouwen? Wat zullen wij gaan bouwen vandaag? Want we gaan dus met z'n allen wat leuks bouwen. Dat is tenminste... Kip ontsnapt. Oh, nee. Iemand zegt het in de chat. Kippie, kom eens hier. Hoe kom je nou weer op dit hek? Oh, nee. Meneer de kip, blijf even binnen. Blijf binnen. Oh, ik moest hem even slaan, mensen. Anders ging hij eruit. Dat wouden we toch ook niet hebben. Dan lag hij ineens daar beneden onder ons platformpje. Dat moeten we helemaal niet hebben. Mensen zeggen bouw een farm. Ja, het probleem met een farm is dat wij geen water hebben. En we hebben wel water nodig voor een farm. Laten we beginnen met het hakken van onze OneBlock. Voor de mensen die nog niet bekend zijn met het concept. We hebben hier één blokje voor ons liggen. En dat is dit blokje. Dat kan je zien door het soort rookachtige iets wat er vanaf komt. En als ik die hak, komt er zoals je kan zien weer een heel ander blokje uit. En op deze manier kunnen wij superveel verschillende blokken krijgen. En misschien kunnen wij nu al een paar diamonds vinden. Hoe vet zou dat zijn? Kom op, geef mij diamonds. Geef mij diamonds. Oh, een kist. Oh, wat? Dit is super ziek. We hebben gewoon 0 emeralds gekregen. Oh, die neem ik maar al te graag mee. Oh, wat gebeurt er met de muziek? De muziek verandert ineens. Ik neem de lantern ook lekker mee. Hoppakee. En laten wij nu maar gaan kijken of wij een paar diamonds kunnen vinden. Dat zou ik namelijk zo, maar dan ook zo vet vinden. Al kunnen wij vandaag eerst een paar diamonds vinden. Laten we even kijken. Ik moet hier even de muziek aanzetten. We hebben weer een 1 euro donatie van GGman. GGman, dankjewel voor jouw 1 euro donatie. Dikke, maar dan ook echt een dikke shout-out naar jou. Staat er een berichtje bij? Er staat helaas geen berichtje bij die je kan oplezen. Maar wel heel erg bedankt voor jouw 1 euro donatie. Dikke shout-out naar jou. Heel erg bedankt. Dankjewel. Wij gaan gewoon lekker doorhakken. Zijn er nog mensen met leuke ideetjes? Iemand zegt, bouw een kasteel. Dat is een leuk idee. Help. Ga dood. Die is dood. Oké, daar zijn we vanaf. Maar mensen zeggen in de chat, bouw een kasteel. Weet je wat het is? We zouden een kasteel kunnen bouwen, maar ik vind het een soort dubbel op. Want we hadden laatst ook al een kasteel gebouwd natuurlijk in mijn Minecraft survival wereld. Dus we zouden ook wat anders kunnen bouwen. Misschien is dat wat leuker. Ik zie hier iemand, bouw een aquarium. Dat is vet. Alleen hebben we dus het probleempje weer. We hebben geen water. Dus we kunnen nog niet iets bouwen met water. Dus we kunnen ook geen farm bouwen. Vandaar dat dit ook echt het enige is qua farm wat ik tot nu toe heb. We hebben ook een nether portal. Heb je die video trouwens nog niet gezien van vanochtend? Dan moet je die zeker uitchecken voordat je deze livestream kijkt.
Want het speelde zich allemaal hiervoor af natuurlijk. Mensen zeggen ook een boerderij. Het is leuk. Een boomhut. Dat is superleuk. Dat lijkt me oprecht leuk om te bouwen. Als we gewoon met z'n allen een boomhut gaan maken. Bouw een schip. Het zou kunnen, weet je. Dan doen we gewoon alsof de lucht hier het water is. En dan gaan we daar een schip bouwen. Het wordt wel lastig. Bouw een leuk. Wat is een leuk? Even kijken hoor. Mensen zeggen ook, ga eerst uitbreiden, vergroot je huis. Bouw een groot huis. Dat kunnen we ook doen. We hebben nu namelijk een best wel klein huisje, zoals je hier kan zien. En die kunnen we nog heel erg uitbreiden. Maar ik zie ook heel vaak boomhut voorbij komen. En ik vind dat persoonlijk ook wel een heel vet idee. Iets vet wat we kunnen gaan bouwen. Dus, wat zullen we doen? Iemand zegt ook, bouw een pretpark. Ja, daar heb je niet zo heel veel aan in een... Oh, diamonds! Oh, ik hou van diamonds. Oh, hier komen. Oh, dankjewel. Ik heb gewoon een diamond. Even kijken hoor. Laten we gewoon de rest ook even ommaken. Ik zag nog een donatie van 2 euro voorbij komen. Die komt ook elk moment van nu in beeld. Dus die gaan we dan zo meteen ook even opnoemen wanneer die in beeld komt natuurlijk. Er zit daar een steentje onder. Die moeten we even allemaal hakken. Oh, en die wil ik ook hebben. Maar oké, wat zullen we dus doen? Zullen we de boomhut maken? Heel veel mensen zeggen ook, bouw een luxe villa. En dat is ook het. We hebben eerst een donatie onder van G-Game Man met de 2 euro donatie deze keer. Sorry, ik was mijn berichtje vergeten. Nou, bij deze heb je wel je berichtje. G-Game Man, dikke shout-out naar jou. Dankjewel voor je 2 euro donatie. Support je het kanaal en de video is echt enorm mee. We hebben hier heel wat steen liggen. Mensen zeggen ook, ga naar de Nether. Ik ben in de video van vanochtend naar de Nether geweest. Dus die kan je uitchecken, wil je me naar de Nether zien gaan natuurlijk. Maar voor nu blijven we waarschijnlijk nog eventjes hier. Misschien dat we later naar de Nether gaan. We hebben een 5 euro donatie van Para Imposter. Dat is in... Freaking sane. Dat ten eerste. Dankjewel Para Imposter voor je 5 euro donatie. Je maakt echt super leuke... Je maakt echt leuke video's. Ik moet het niet overdrijven. Maar je maakt echt leuke video's. Staat erbij. Para Imposter, heel erg bedankt voor ten eerste het leuke berichtje. Vind ik echt super leuk om te horen. En ten tweede voor de 5 euro donatie. Is echt insane. Dankjewel. Bouw een fort zie ik ook voorbij komen. Zal ik een fort, een trampoline? Ja, daar hebben we slimepies voor nodig. Die hebben we nog niet echt. Bouw een villa. Heel veel mensen zeggen nu ook, bouw een villa. Zal ik gewoon als allereerste een villa bouwen? Zal ik een villa bouwen? Spam ja in de chat. Al wil je dat we ons huis vandaag gaan uitbreiden tot misschien wel een mega villa. Spam dan nu ja in de chat. Dan gaan we dat misschien doen in de tussentijd. Ga ik alvast doorhakken. Oh, ik hoor hier een geluidje uit. Komen! Ga dood. Ik word hier steeds beter. Dat ging even lekker. Oké, we gaan lekker doorhakken. Alsof er niks aan de hand is. Want we willen natuurlijk nog veel meer diamonds. We moeten echt zoveel mogelijk blokjes hebben. Ik zie heel wat ja'tjes in de chat. Mensen zeggen ook. Ik zag iemand er voorbij komen. Die zei, maak een geheime kamer. Dat is ook wel heel leuk. Oh, eerst de Enderman killen. Enderman, ga dood. Hij valt aan. Oh nee, Enderman is sterk. Die is dood. Oké. 2000 live kijkers trouwens. Welkom allemaal bij deze livestream. Super dope dat jullie er allemaal vandaag weer lekker bij zijn. Wij gaan dus zometeen blijkbaar ons huis uitbreiden. Dat is hetgene wat de meeste van jullie willen zien. Dus dat is ook lekker wat wij gaan doen. Ik ga eerst kijken of ik nog 1 diamondje extra kan vinden. Voordat we verder gaan aan ons huis. Kunnen we een diamond vinden? Kom op. Geef me een diamond. Dat is een emerald. Ik wil die emerald ook wel hebben. Maar geef me een diamond. Kool heb ik trouwens ook nodig. Wat kan ik dan droppen? Dat touwtje. Oh nee, dat touw heb ik nodig. Nee, dat heb ik niet nodig. Oké, we kunnen lekker verder hakken. Kom op. Hoezo komen er altijd zombies uit bij mij? Oh, ik heb natuurlijk een schild. Oh, dat schild werkt wel goed. Dat is één ding wat zeker is. Maar laten we maar... Ik heb als het goed is wel aardig wat dirt wat we nu kunnen gebruiken. Voor het uitbreiden van ons huis. Dus laten we dat ook maar gelijk doen. Aan welke kant zullen wij de villa gaan maken? Want ik wil hem wel aan deze kant van het eiland hebben. Waarschijnlijk laat ik dit huis ook gewoon staan. En gaan we daarmee de villa bouwen. Weer een ene donatie. Deze keer hebben we een donatie van JV Lodewegen. JV Lodewegen, met jouw 1 euro donatie. Dankjewel. Dikke, maar dan krijg ik een dikke shout-out naar jou. Heel erg bedankt. Maar laten wij eerst even wat te eten pakken. Ik denk dat dat wel handig is. Dan doen we dit heel even daar erin. Voilà. Even kijken hoor. En dan pakken wij eventjes... We moeten even mijn inventory iets leger hebben. Mijn inventory is namelijk echt mokertje vol op het moment. Dat is niet normaal. Alright. Maak een Hall of Fame. Dat is wel een leuke. Maar weet je wat het is met... Oh!
Ik dacht heel veel dat ik eraf ging vallen. Maar weet je wat het is met een Hall of Fame? In een livestream van YouTube is dat moeilijk te doen. Dat is best moeilijk te doen. Om dat te maken, want heel veel mensen blijven hetzelfde type. Heel veel mensen komen met dezelfde ideeën soms. En dan is het moeilijk te zien wie als eerste met dat idee kwam. En wie dan natuurlijk de shout-out wil geven. Maar wij pakken er wat dirt bij. Wij gaan lekker ons eilandje uitbreiden. We hebben een nieuwe donatie. Weer van Para Imposter. Met de 2 euro donatie, Para Imposter. Dikke shout-out naar jou. Weer bedankt voor jouw donatie. En wat erbij staat is, wat wil jij nog bereiken dit jaar? Qua YouTube gezien wil ik dit jaar, als het kan natuurlijk, het liefst de 500.000 abonnees halen. Dat lijkt mij zo ziek om te halen. En gewoon 10 miljoen keer bekeken worden in een maand. Dat lijkt me ook zo vet. Om te halen gewoon. Dus dat is een beetje mijn doel eigenlijk voor het jaar, ja. Bedankt voor je 2 euro donatie. Wordt gewaardeerd. Hoppakee, dan moeten we eventjes wat spulletjes in de kistjes gooien die we niet meer nodig hebben. Zoals al deze schilden, hebben die broek, die kleding hou ik nog bij me. Die wil ik het liefst op een armor stand zetten. Ik bedoel, ik heb hier hele mooie gekleurde kleding bij me. En daar hebben we gewoon een plekje voor nodig. Die kleding moeten we gewoon ergens mooi ophangen of iets waar het gewoon mooi kan staan. Waar het een beetje mooi tentoongesteld kan worden en alles natuurlijk. Dus die hou ik nog eventjes bij me. We hebben wel iets van eten nodig. We hebben op het moment namelijk maar 2 stukjes vlees. En heb ik hier... Oh, ik heb hier wel wat wheat. Dus dat komt goed uit. Want nu hebben we 3 seeds. Oh, dat is helemaal super. Laten we mijn hoe erbij pakken. En die hebben wij hier zo. Voilà. Want dat wheat kunnen we uiteindelijk gebruiken om natuurlijk meer eten te maken. Ik ga het dan denk ik gebruiken bij de koeien. Om gewoon meer koeien te maken. Want dat is wel echt een must. We moeten echt zoveel mogelijk koeien hebben. Dit bloemetje, ja, die plaats ik daar gewoon even lekker. Heb ik nog botten voor bone meal, is de vraag. Oh ja, zeker. Hoppakee, dan gaan we gelijk even al het bone meal gebruiken. Op de dingetjes die we net geplant hebben. En dan pakken we dit er weer bij. Hoppakee, en dan hebben we ineens 8 seeds. Die planten we gewoon weer lekker terug. Dan doen we 1, 2, 3, 1, hoppakee. Kom op, meer seeds. Kijk, op deze manier kunnen we best wel een farm maken. Ook al hebben we nog geen water. Het gaat nog best goed. Dus hoppakee, dan zetten we dit hier zo neer. Even kijken. Bij het bloempie nog eentje. Kijk, wat een leuk farmpje. En dit kunnen we nu gebruiken om een paar extra koetjes te maken. Hallo koetjes. We hebben helaas maar 1 schaap. Dat is wel jammer. Dan kunnen we niet meer schapen maken. En het is ook niet zo makkelijk om aan dieren te komen. Want ja, ik zit op een vliegend eiland zoals je kan zien. Koetjes, hier, eten voor jou, eten voor jou. Doe wat, kom op. Oh, even niet kijken. We moeten ze even met rust laten. Maar dan komt er elk moment als het goed is een babykoetje. Is die er al? Hallo, babykoe. Zijn ze nou... Oh, ze waren nog even bezig. Oeps. Ik zat per ongeluk nog te kijken. Oh my god. Maar we hebben tenminste wel hier tussen... Waar is die? Hallo, babykoe. Babykoe, hallo. Waar is de babykoe? Ik zie nergens een babykoe. Hè? Oké, de babykoe is weg. Waar die is gebleven, ik heb geen idee. Wat? Maak een tweede verdieping. Ja, dat is ook een leuke. Maar wat we misschien kunnen doen is... We kunnen er misschien een garage bij mijn huis bouwen. Een tweede etage. Iets meer naar achter uitbreiden. Meer kamers maken. Het moet gewoon een villa worden, mijn huis. Dus daar gaan we vandaag lekker mee aan de slag. Even kijken hoor. Even kijken. Oh ja, hieronder zat natuurlijk geen dirt. Hier moeten we wel wat dirt zetten, denk ik. Ik denk dat mijn eiland ook ietsje meer deze kant op gaat uitbreiden. Ik denk dat dat wel handig is. Hoppakee, voilà. Voilà. Oh, oh, ik heb iets misgeplaatst. Oh, dat moet even weg. Dankjewel. En we hebben een nieuwe donatie van 20 euro. Wat? We hebben een 20 euro donatie. Dat is niet Norfreakingmaal van Para Imposter. En zo naar jou en naar iedereen die nu naar je kijkt. Echt Para Imposter. De ziekste shout-out naar jou. Heel erg bedankt voor jouw freaking 20 euro donatie. Dat is echt bizar. Mensen, gooi allemaal even een hartje in de chat. Speciaal voor Para Imposter. Die gewoon even binnenkomt met de 20 euro donatie. We hebben ook nog een donatie van Sam van 4,50 euro. Zit helaas geen berichtje bij, maar dat is ook echt insane. Sam, dankjewel. Voor jouw 4,50 euro donatie. Dikke shout-out naar jou, Sam Elfo. Dankjewel. Gooi allemaal even die hartjes in de chat natuurlijk. Voor deze mensen, dat zou super dope zijn. In de tussentijd gaan wij eventjes mijn eiland nog een klein stukje uitbreiden. Voor de mega villa. Ik denk dat we ook niet te veel dirt hoeven te gebruiken onder het huis zelf. Want ja,
Daar komen waarschijnlijk toch andere blokken, zoals de vloerblokken en ja, alleen de vloerblokken. De chat staat vol hartjes, super ziek allemaal. Wij gaan gewoon lekker doorbouwen in de tussentijd, want ik heb nog wel aardig wat dirt over. Ik hoop alleen dat ik hier niet vanaf val. Dat zou namelijk wat minder fijn zijn, dan zou ik hier vanaf vallen. Zoveel dirt hebben we trouwens niet eens meer. Een stack dirt is echt sneller weg dan je denkt gewoon. Dat is niet normaal, maar we kunnen hier denk ik nog wel één strookje zo op deze manier bijbouwen. Dan doen we hetzelfde hier, hoppakee. En dan gaan we eventjes dit zo mooi opvullen. Voilà! Hoppakee, dit ziet er best mooi uit, lijkt mij. Nou, dan moet hier komt nog even wat gras groeien. Kijk, daar komt het al een beetje. Dat is helemaal super. En dan hebben we nog 3 stukjes dirt over. Die zet ik even hier. En ik zit nu trouwens zo te denken. Het komt net in me op. Misschien hebben wij hier nog dirt. We hebben hier nog 5 blokjes dirt. En dan hebben we hier nog geen dirt. Oh, 11. We hebben er wel 11. Oké, dat komt ook goed uit. Is dit dirt? Ja, dit is dirt. Hoezo wil dit dirt niet stekken? Hallo, dirt! Hè? Oh, dit is coarse dirt. Wat is nou weer coarse dirt? Oh, dat ziet er net wat anders uit. Oké, weet je wat? Dat coarse dirt laten we nog even zitten. Ik heb geen idee wat het is en ik wil gewoon een mooi grasveldje hebben. Ik wil niet dat er straks een of ander vies steentje tussen komt te zitten, natuurlijk. Hoppakee. En voilà, dan kunnen we... waar zullen we nog eentje bijzetten? Die ene doen we nog hier. Kennen hoeveel ruimte we nu al hebben om ons huis uit te breiden? We gaan even boven ook nog oppakken. En mij, dankjewel voor jouw 1 euro donatie. Dikke shout-out naar jou. Heel erg bedankt voor jouw 1 euro donatie. Wordt gewaardeerd. We gaan deze boom ook even omhakken. Deze boom staat hier namelijk al zo lang in de weg. Dat is niet normaal. Dus die moet gewoon eventjes weg. Daar moeten we gewoon even vanaf komen. Dan krijgen we ook weer wat hout. Ik hoop dat het niet naar beneden valt. En met dat hout kunnen we dan uiteindelijk natuurlijk ook weer een klein beetje ons huis bouwen. Oh, was dit al het hout wat er in de boom zat? Oké, zo groot was die boom dan niet eens. Ik bedoel, we hebben hem nu al helemaal omgehakt. Oké, dat gaat best snel. We hebben wel meer bomen nodig. Dus als wij even wat saplings kunnen krijgen. Hallo, saplings, kom even. Ik heb saplings nodig. Heb ik nog wat saplings hier zitten? Ik heb een dark oakwood sapling. Hebben we niet zoveel aan. Daar heb je er namelijk 4 voor nodig, heb ik een keer gehoord. Ook van een van jullie toevallig. Oh, we hebben heel veel saplings trouwens. Laten we gewoon voor nu zoveel mogelijk saplings neerzetten hier zo. Want we hebben echt hout nodig. Al willen we natuurlijk deze mega-villa bouwen. Weer een 10 euro. Nou, niet meer een 10 euro. Deze keer een 10 euro donatie. Zo moet ik het zeggen. Wat de heck? Weer van Para Imposter. Daar hoorde je die weer bij. Dit is in freaking insane. Wat de heck? Dit is insane. Para Imposter, ten eerste echt weer een dikke shout-out naar jou. Dit is echt te bizar voor woorden. Wat erbij staat is, als je moest kiezen tussen nooit meer YouTube of nooit meer gamen, wat zou je dan kiezen? Ik vind het wel leuke vragen die je stelt, Para Imposter. Ik zou dan denk ik kiezen voor nooit meer gamen. Ja, want ik vind YouTube vind ik leuker dan alleen het gamen. Ik weet niet, ik vind het juist leuk. Ik game overdag echt bijna alleen maar voor YouTube, zeg maar. Omdat ik dat zo leuk vind, die combinatie van. Dus al moet ik er dan eentje wegkiezen, is het sorry gamen, ik ga voor YouTube. Dat zou ik kiezen. Wat zouden jullie kiezen als jullie ook bijvoorbeeld een YouTube kanaal hebben? Laat het weten in de chat. Ik ben er super benieuwd naar. Maar Para Imposter, heel erg bedankt voor jouw 10 euro donatie. Dit is echt freaking insane. Dat is niet normaal. We hebben echt eten nodig. Maar hoe kunnen wij hier aan eten komen? Nou, daar is maar één manier voor waarschijnlijk. En dat is door een koe af te slachten. Maar als we één koe killen, dan hebben we geen koeien meer. Ja, hoe moeten we dit doen? Hoe gaan we aan eten komen? Ik weet het niet. We hebben nog een klein beetje eten. De kip gaan we sowieso niet afslachten. Die is er veel te schattig voor. Die gaan we echt niet killen hoor. Oh, een appel! Oh, dit is super. Kijk, dan kan ik die lekker eten. Nou, is dat probleem ook weer opgelost. Er komt gewoon een appel uit de lucht gevallen. Letterlijk, dit probleem is gewoon uit de lucht zo plap opgelost voor mij. Dus dat is helemaal super. Alrighty. Hoe zullen wij het huis uitbreiden? Ik bedoel, we hebben hier nu de mooie ingang. Mij lijkt het vet om hier misschien een garage te maken. Wat vinden jullie ervan? Zal ik aan de zijkant een garage maken? En dan gaan we dit kleine huisje ook wat meer uitbreiden aan de achterkant. Ik denk dat we hierachter nog wel wat extra ruimte kunnen nemen. En dat we daar gewoon een beetje leuk kunnen bouwen. 2300 live kijkers. Welkom bij de stream allemaal. Insane dat jullie er allemaal bij zijn vandaag. Super dope. Vind ik ze hartstikke gezellig. En wat zullen wij bouwen? Wat gaat het worden vandaag? Dus gaan we voor de garage?
gaan wij de garage bouwen. Ja, 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 ja. Oké, okay, oké, okay, we gaan de garage bouwen. We hebben een nieuwe donatie. Namelijk Sam Elf met de 2,30 euro donatie. Dat is echt niet normaal. Dankjewel Sam Elf voor de 2,30 euro donatie. Je zegt erbij, je bent de beste YouTuber ever. Love. Hey Sam, dat vind ik echt super lief om te horen. Dankjewel voor je leuke berichtje en dankjewel voor jouw donatie. Wij gaan de garage bouwen, mensen. Heel veel mensen zeggen namelijk van, yo, ga nou gewoon die garage bouwen. Dus dat is ook precies wat wij vandaag gaan doen. Maar hoe gaan we dit bouwen? Want we hebben hier wel nog de schoorsteen. En daar moeten we denk ik een beetje omheen zien te bouwen. Nou, ik heb al een ideetje, denk ik. Maar voor het idee wat ik heb, hebben we wel heel veel cobblestone nodig. Dus ik hoop dat we cobblestone hebben. Waar is al mijn cobblestone gebleven? Ik had hier nog een kistje. Oh, jeetje, we hebben heel veel cobblestone. Dat komt zeker goed uit. We hebben hier ook nog best wat iron liggen. Dat gooi ik er ook allemaal in. Maar we hebben echt een paar stacks aan cobblestone. Dus dat komt echt perfect uit. Wat ik namelijk wil doen, is ik wil hier omheen de garage deur maken. Op deze manier. En we hebben weer een donatie. Weer van GKman. GKman, dankjewel voor jouw 2 euro donatie. Dikke shout out naar jou. Ik kies YouTube. Want ik heb ook een YouTube kanaal. Super dope game, man. Super dope. Dankjewel voor jouw 2 euro donatie ook. Niet normaal. Dankjewel. Alrighty, we kunnen hier nog niet onderbouwen. Dus daar wachten we nog eventjes mee. Maar ik ga hier wel de tweede garage aanmaken. Want ik vind een huis er gelijk veel vetter uitzien. Al heb je twee van die mooie garage bootjes eigenlijk. Weer een nieuwe donatie. Deze keer van JV Loodwegjes weer. Dankjewel voor jouw 1 euro donatie, JD. Wordt heel erg gewaardeerd. JV, dankjewel. Super dope. Shout out naar jou, man. Vergeet trouwens ook niet allemaal te abonneren op mijn kanaal hier beneden. We zitten namelijk best wel dichtbij de 350.000 abonnees. Dat is echt niet normaal hoe hard we gaan de laatste tijd weer. Dus dat is super dope ten eerste. Dus druk zeker op die abonneerknop. Zou super erg gewaardeerd worden. We hebben wat extra dirt nodig. Ik moet namelijk hier nog één strookje dirt hebben eigenlijk. Dus laten we maar even naar onze one... Oh, wow, wow. Oké, er komt ineens even een boompje uit de lucht vallen. Maar hier hebben we ons one block. Laten we die maar gewoon een klein beetje extra gaan hakken. Zodat wij wat extra dirt kunnen krijgen. Want dat is echt wat we nodig hebben. Dus, oh, dit is gravel. Dat hebben we niet nodig. Ik heb dirt nodig, meneer one block. Kom op, geef mij wat dirt. Ik heb echt een paar stukjes dirt maar nodig. Dan kunnen we namelijk even dat kleine strookje maken aan het einde. Oh, daar hebben we weer dirt. Dat wordt weer heel erg... Oh, weer dirt. Nou, dat is helemaal super. Weer een hele inderdaad van Sam Elf. Sam Elf, dikke shout-out naar jou, Sam. Dankjewel voor jouw 1 euro donatie weer. Heel... Oh, wat was dat? Hoorden jullie dat ook? Hoorden jullie dat ook? Mensen, volgens mij zitten we een beetje in de problemen. Ik hoorde hier namelijk een creeper. En ik hou niet zo van creepers. Mijn creeper staat harder! Waar is mijn boom gebleven? Wat? Hallo? Hoezo is dit hout van mijn boom gewoon verdwenen? Het is een of andere wonderboom geworden. Die vliegt nu. Ja, weet je, waarom ook niet? Wij gaan gewoon lekker verder hakken in de tussentijd. Want nu krijgen we best veel dirt. Ik heb nu al 10 stukjes dirt, dus op zich gaat dat best lekker nu. Want dat is ook precies wat we nodig hebben. We krijgen nog wat steentjes bij lapis lazuli en obsidian. Echt waar, ik heb in de video die vanochtend online kwam zo lang gedaan over één blokje obsidian vinden. Dat was niet normaal. Het laatste blokje obsidian was echt lastig om te vinden. En ik vind nu gewoon weer een blok obsidian. Dus dit is echt zo van, yo, alsjeblieft, je krijgt hem nu pas. Dus die pak ik zeker even op. Die neem ik sowieso mee, dat blokje obsidian. Maar ik heb wat extra dirt nodig. Ik hoef je redstone niet. Ik hoef je diamond. Oké, diamonds hoef ik wel. Maar ik wil gewoon dirt hebben. Hoe moeilijk is het? Oh. Echt waar. Het is zo lastig om ergens nog maar dirt te vinden. Dat is niet normaal. We krijgen wel best veel iron, best veel coal, best veel cobblestone ook. En cobblestone hebben we ook nodig. Laten we deze blokken nog even naar beneden gooien. We hebben namelijk echt even wat extra ruimte nodig. Om vooral even het kool op te pakken. Zo, even kijken hoor. Dankjewel. Geef me een stukje kool terug. Hoppakee. En dan kunnen we gewoon weer lekker verder hakken. Geef mij dirt! Ik wil dirt! Het is echt... Oh, een kistje. Oh, allemaal pijlen. Nee, die hebben we al genoeg volgens mij. Dus nee, die hakken we gewoon kapot, weet je. Als we een zeldzame kist hebben, dan open ik hem graag. Echt met al het plezier. Maar hier zit alleen pijlen in. En een zombie. Oh nee. Jij wil dood, hè, meneer de zombie. Ik zie het aan je. Hoppakee. Die is dood. Geef mij dirt! Oh, dankjewel, daar is dirt. Ik heb meer dirt nodig! Oh, wat een leuk vleermuisje. Hallo, vleermuisje. Doei, vleermuisje. Waarom vliegt hij weg? Dat vleermuisje vliegt gewoon weg. Oh, hij laat me gewoon alleen achter. Oh my god. Hoppakee.
We gaan gewoon weer lekker verder hakken met alle... hallo? One block? Hallo? Hè? Cracky. Waar is mijn one block gekregen? Oh, daar is mijn one block. En we hebben een 2 euro donatie van Caroline. Caroline, dankjewel voor jouw 2 euro donatie. Dikke shout-out naar jou. Support je het kanaal heel erg mee met die 2 euro. Dankjewel. We gaan intussen lekker verder hakken. Ja, weer dirt. Echt, ik ben nog nooit zo blij om dirt te vinden in Minecraft. Oh, 2 blokjes achter elkaar. Oké. Kunnen we nog even 1 blokje vinden of zo? Nou, ik denk niet dat we het nodig hebben. Deze hou ik wel weg. Die vind ik gevaarlijk. En dan hebben we nog een paar steentjes erbij. De gravel hou ik weg. Oh, iron. Oké, dat neem ik ook heel graag mee. Dankjewel. En een kistje. Nou, er zit niet zoveel leuks in. Maar we hebben tenminste genoeg dirt, hoop ik nu, om het soort inhammetje hier zo te maken bij de garagedeur. Dus laten we dit maar mooi gaan bouwen. Hoppakee. Keetjes. Hoe mooi wordt dit? Ja, dit gaat er al goed uitzien. Dan moet hier even een blokje onder. Dan hebben we even wat cobblestone nodig. Dankjewel. Ik doe in de tussentijd ga ik een klein beetje mijn inventory ook weer leeg halen. Ik heb best wat iron bij me. Die mag weg, die mag weg, die mag weg, die mag weg, die mag weg. Alles mag weg, alles mag weg. Ik heb zoveel van deze dingen nu op het moment namelijk niet nodig. Dat is niet normaal. Hier hebben we nog wel even 1 blokje dirt nodig hieronder vooral. Zodat we de garage weer mooi af kunnen maken. Hoppakee, dat ziet er mooier uit. Kijk. En dan kunnen we hier overheen zo meteen het dak weer gaan maken. Je kip is dood. Hoezo zeggen mensen... Wat is er met mijn kip? Mensen, wat is er met mijn kip? Is mijn kip dood? No! Wat? Nee! Ik moet het echt dicht doen. Wat is er gebeurd met mijn kip? Waar is die heen? Hoezo is die dood? Hè? Hoe is dit gebeurd? Ik ben zo confused nu. Hoe is dit gebeurd? Hoe is mijn kip ineens dood? Hoe kan dit? Mensen. Hè? Ik snap het niet. Mensen, kunnen jullie het in de chat achterlaten? Opgeblazen door de creeper? Nee. Nee, 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 nee. Nee! Mijn enige extra kip die ik had. Ga je nou zeggen dat hij is opgeblazen door een creeper? Ik heb maar 1 andere kip verder. Dit betekent dat we ook geen extra kippen meer kunnen maken. Want ik heb maar 1 kip. Oh my god. Hoe kan dit dan weer gebeuren? En we hebben weer een 5 euro donatie. Weer van Para Imposter ook in de tussentijd. Echt Para Imposter. Dit is echt in... Freaking Sane, dankjewel voor weer een 5 euro donatie. Esso naar België en Nederland. Sowieso Esso naar iedereen in België en Nederland die nu aan het kijken is. En stel je kijkt uit een ander land, laat het dan weten. Ik ben er wel echt super benieuwd naar of er mensen zijn die uit een ander land kijken dan of België of Nederland. Laat het weten in de chat. Wij moeten in de tussentijd deze boom hakken. Ik irriteer me er echt mateloos aan dat hij hier aan het vliegen is. Maar ik vind het echt zielig. Ik vind het zielig voor de kip. Heb ik een ei? Ja, dat is trouwens een goeie. Jullie zeggen dat als ik een ei heb, dan kan ik natuurlijk nog een kip krijgen. Maar heb ik een ei? Heb ik een ei? Kom op, heb ik een ei? Heeft die kip ooit een ei gelegd? Hoezo legt deze kip nooit een ei? Waar zijn eitjes? Hallo? Zagen jullie hier ergens een eitje? Oh, ik heb trouwens nog wel iets van vlees, dus dat is wel mooi. Kunnen we iets met de beetroots? Daar kunnen we volgens mij soep mee maken, dacht ik. Dus die beetroots, die neem ik ook gewoon maar mee. Of die kunnen we aan de varkens voeren. Laten we 2 beetroots aan de varkens voeren. Ik denk dat die dat wel lekker vinden. Varkentjes, we hebben eten voor jullie. Kijk, die is voor jou en die is voor jou. Kijk, even wegkijken. Allemaal even wegkijken, mensen. Oh, varkentjes. Doen jullie nog wat? Waar is het babyvarken? Oh! Hè? Waarom maken deze dieren... Oh, er is wel een babyvarken. Nee! Oké, weet je wat? We... Oh, nee! Kom op. Geef me hier een kuikentje uit. Nee! Oh, hoezo kwam er geen kuik uit? Die hadden we nodig. Maar we moeten nu echt goed op de eitjes letten van deze kip, zodat we er een kuikentje uit kunnen krijgen. En zodat we uiteindelijk hopelijk de kippen kunnen fokken, als dat wel werkt. Bij de varkens lijkt het niet echt te werken, blijkbaar. Wat ik heel apart vind. Die varkens hebben er geen zin in. Die koeien hadden er net ook al echt super weinig zin in. Om, Je weet wel wat te doen.
Dus ja, dan moeten we het nu maar zonder ze doen, denk ik. Wij gaan lekker tenminste verder met het bouwen van de garage. Deze is 3... Nee, deze is 4. Uh-oh, ik heb hier wat fouts gedaan. Hoe ga ik dit fixen? Dit moet even gefixt worden, mensen. Ik heb hier een klein foutje gemaakt. Zo, hoppakee. Moet weg. En dit moet weg. Zo. Hoppakee. Kijk, dat is opgelost. De garages zijn opgelost. Dan hebben we nu een mooie garage deur nodig. Weet je wat? Die deuren maken we later. Laten we voor nu als eerste de grond maken. En hier heb ik een klein soort trucje voor. En dat is namelijk dat wij slabs gaan gebruiken. Dit gaat ons namelijk best wel helpen om aardig wat blokken, denk ik, te besparen. Kom op, kom op. Nee, mijn dirt! Oh, waarom moet dat ook altijd vallen? Dat dirt mag mij soms niet, heb ik het gevoel. Maar ja. Weet je, wij gaan gewoon lekker bouwen. Hoppakee. Hier kunnen we dan boven de garagedeur bouwen zometeen. En hier komt de ruimte voor de garage zelf. En de garage kunnen we gebruiken voor... Ja, we kunnen geen auto gebruiken, denk ik. Op ons one block. Zo groot is die niet. En in Minecraft zitten geen auto's. Dat ook nog. Maar wat we wel kunnen doen hier... is we kunnen hier een mega chest room van maken. Ik denk dat dat het beste is... wat we met onze garage kunnen doen. Dan kunnen we het nog echt gebruiken als een soort opslag ook. Dus ik denk... denk dat we dat ermee gaan doen. Maar dan hebben we tenminste wel nog veel... maar dan ook veel meer hout nodig. En waar kunnen we dat vinden? Oh, er ligt hier heel veel hout. Dat komt super uit. Dit kunnen we namelijk allemaal in één keer... voilà, erin gooien. Dan maken we even heel wat slabs. Zo, we hebben nu echt 2 stacks aan slabs alleen al. Dat is super ziek. Want die kunnen we nu heel mooi gebruiken... om hier onze garage te maken. Kijk dan, dit gaat zo'n vette garage worden. Dat is niet normaal. Even kijken. Voilà, 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 voilà. Uh-oh, uh-oh, uh-oh. Ik heb altijd het gevoel dat ik ga vallen door dat schild. Dus dat schild doe ik heel even af. Ik kan namelijk ook echt zoveel minder zien al heb ik dat schild om. Dus we doen het even zonder. Maar laten we hier gewoon lekker een mooi klein garagetje... Nou, klein, het moet een villa worden. Dus zo klein hoeft hij ook weer niet te worden. Hij moet groot worden. We gaan een grote garage maken. Even kijken hoor, hoe ver gaan we nu al? 1, 2, 3, 4, 5. Ik wil hem 6 hebben. Dan doen we hem even zo. Hoppakee. Yes. Voilà. Dan pakken we even een torch bij. Zetten we hier even een torch neer, zodat hier geen zombies spawnen. Want ja, dat kan gebeuren op mijn one block. Er kunnen gewoon zombies spawnen. En dat heb ik liever niet. Ik weet niet wat jullie liever hebben, maar ik heb het liever persoonlijk. Wow. Hè? Wat is dit? Wat? Wat is... Hè? Wat is dit? Hoezo krijg ik ineens een vote key? Wat kan ik hiermee? Kan ik die... Redeem at warp... slash warp crate... Oké. Okay. Ik heb een vote key gekregen. Wat? Oké, die komt gewoon ineens uit de lucht gevallen. Dankjewel, lucht! Oh my god. Maar laten we gewoon lekker verder bouwen. Ik wil hier ook mijn huis een klein beetje uitbreiden. Want je ziet nu... dat mijn huis hier wel heel mooi aan het vliegen is, maar die moet een stuk groter worden. Ik wil namelijk gewoon een aparte slaapkamer hebben. Ik wil een aparte... alles moet gewoon apart staan, weet je wel. Dus ik pak mijn iron er lekker uit. Dat gooi ik even in de kist. Mooi, voilà. Die is nu helemaal vol. We hebben gewoon meer dan een stack iron. Oh ja, en ik heb een enchanting table gekregen. Klein hikje. Dus die enchanting table kunnen we ook goed gaan gebruiken. Die kunnen we namelijk gebruiken in een aparte, leuke, hopelijk mooie enchanting room. En dat is wel de bedoeling dat die mooi wordt natuurlijk. Ik denk heel even een klein stokje water. Hoe lang ga je streamen? Ik heb geen idee. Tot het minder leuk wordt. Dus echt best lang waarschijnlijk. We zitten trouwens bijna op de 3000 likes. Dus dat is super dope. Vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op mijn kanaal. Want we zitten bijna op die 350.000 abonnees. Wat echt niet normaal is. Dus druk zeker zo snel mogelijk op die abonneerknop. Heb je dat nog niet gedaan? Want dan mis je ook niet alle toffe video's die er natuurlijk nog aankomen. Laten we even verder kijken. Wat hebben we nog meer nodig? We hebben hout. We hebben een dak nodig hierop natuurlijk. Dus die moeten we ook gaan maken. En dat dak moeten we gaan maken met stone slabs. Wordt het dan niet te steenachtig? Ik denk het wel. Wow! Oh, ik heb weer een vote key gekregen. Wat? Oké. Maar ik zit zo te denken. Zullen we dit nog wel met steen maken? Het dak moet namelijk ook van steen. Ik denk dat we dit het beste met hout kunnen maken. Nee, trouwens, de garagedeuren worden al van hout. Ah, lastig. Dilemma's, dilemma's. Nee, ik denk dat we dit van steen... Oh, sorry, Bloem. Ik denk dat we dit van steen houden. En er komt gewoon een stenen dak op. Ik hoop dat dat er mooi uit gaat zien. Ik hoop het oprecht.
Dus laten we even naar onze stonecutter gaan. We hebben namelijk best wel wat trappetjes nodig. Dus laten we gewoon hier zo, hoppakee, 32 trappetjes maken. En die kunnen we dan hier zo mooi overzetten. Even kijken hoor. Hoppakee, even een stukje omhoog. Die moet dan... Oh, die is naar beneden gevallen. Oké, die kunnen we gewoon nog oprapen, gelukkig. Maar dit moeten we even zo mooi maken. Kijk, juist hem, juist hem, juist hem. Ik denk dat dit er wel mooi uit gaat zien. Het moet één groot geheel worden natuurlijk. En voilà. Deze moet even weg, dankjewel. Oh, ik wil hem wel oppakken, kijk. En dan hebben we hier een probleempje, denk ik. Hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit... Oh, ik val naar beneden. Oké, laten we hier even een trappetje van maken. Dat is wat makkelijker, denk ik. Zo, hoppakee. Dat is stukken beter. Zo. We hebben hier natuurlijk ook nog die schoorsteen. Misschien dat we die heel even tijdelijk moeten gaan verplaatsen. En dit moet even weg. Ja, dit moet weg. Oh! Sorry, juist. Spijt me. Ik ben een klein beetje aan het slopen. Is niet de bedoeling. Maar het moet even... Waar zijn al mijn blokken? Al mijn blokken verdwijnen wel, lijkt het, die ik sloop. Maar kijk, dit moeten we er... Oh! Wow, 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 wow. Oké, ineens staat alles weer terug. Wow, alles glitcht. Alles lijkt heel erg. Hallo! Minecraft! Oké, mijn Minecraft werkt weer. Top! Wow, dat lijkt even heel erg allemaal. Maar kijk, hier kunnen we dan een mooi hoekje boven zetten. Er komt nu waarschijnlijk heel veel rook in mijn huis. Maar ja, dat moet dan maar eventjes. De deur staat wijd open. Dus het waait allemaal wel weg, hoop ik. Ik hoop dat mijn huis gewoon niet in de fik staat. Zolang het niet in de fik staat, vind ik alles helemaal prima. En ik hoop jullie ook natuurlijk. Daar ging ik bijna. Daar ging ik bijna. Koe is dood. Koe is dood. Hoezo zeggen mensen koe is dood? Allebei de koeien staan er nog, mensen. Allebei de koeien staan er nog. Dit vlees had ik nog in mijn inventory. Dat is van een oude koe. Een oude koe die heeft het niet overleefd. Dit moet ook even weg. Hoppakee. Ik ga mijn huis hier namelijk toch een klein beetje anders bouwen zometeen. Dus voor nu moet dat dak gewoon even vloeiend lopen hier zo. Maar kijk. Dan ziet het er een beetje zo uit. Ik denk dat dit er wel vet uit kan gaan zien. Maar ik denk wel dat we er wat extra detail in moeten verwerken. Zoals bijvoorbeeld dit. Ik vind dit altijd wel leuk staan. Dan lijkt het... Of dan hebben we er gewoon wat hout in verwerkt. Dat staat wat leuker dan alleen maar cobblestone, denk ik. Dus ik hou het lekker zo. Dan doen we hier een torch. Hoppakee, voilà. Ik denk dat je dieren onder de map komen. Zou dat kunnen? Ik weet het niet. Ripkoe, ja, rip de oude koe inderdaad. Maar dat is al een tijdje geleden, weet je. We kijken er niet meer naar om. Het is zielig voor die koe geweest, maar hij is toch al dood. Ik zit te kijken of wij nog leuke blokken hebben waarmee wij een mooie garage deur kunnen maken. Misschien kunnen wij met sandstone wat cools doen. Want stel, wij pakken sandstone, doen het zo. Kan je kut sandstone maken? Oh, dat is het scheldwoord. Dat moeten we niet doen. Kan je dit in de oven doen bijvoorbeeld? Nee, dat kan niet. Maar wat kunnen wij met sandstone allemaal doen? Kan je daar een trap mee maken? Ja, dat kan wel. Is dat mooi? Ik weet niet of dit mooi wordt. Even kijken hoor. Want ik wil dus echt een mooie garage hebben hier zo. Maar gaat het er mooi uitzien al gebruik ik hier sandstone voor... Nou, op zich. Maar ik denk dat we er iets meer diepte in moeten brengen, mensen. Ik denk dat als wij de garagedeur niet hier zetten, maar hier zo... Dat hij er dan best wel nice uit kan gaan zien. Dan moeten we heel eventjes omdraaien. Even kijken hoor. Die dieren stekken in elkaar. Dat kan ook inderdaad. Welkom Dennis bij de stream trouwens. Ik vind dit er best nice uitzien als garage. Als ik hier nou gewoon twee van maak op deze manier. Wat vinden jullie ervan? Laat het weten in de chat. Dan hebben we tenminste nog iets anders verwerkt dan alleen maar steen en hout natuurlijk. In ons huis. Dan hebben we ook sandstone. Wat vinden jullie ervan? Als garage deur, als je het zo als een geheel moet zien. Laat het weten in de chat. Ik ben er benieuwd naar. Ramon die stuurt in de chat heel veel geld emojis met erbij. Hier is geld. Ramon, dankjewel voor jouw geld. Ik vind het er best luxe uitzien ook, dat sandstone. Die kleur ervan. Misschien met glas erin. Nou, ja, het zou ook kunnen. Welkom Tony bij de stream trouwens. Mooi, mooi, mooi. Oké, weet je wat? We laten de deuren voor nu gewoon zo. Totdat we er een beter idee voor hebben.
En dan vind ik dat het volgende wat wij moeten doen is... We moeten waarschijnlijk deze... Ja, we moeten dit slopen. Ah, dat doet altijd pijn als je glas moet slopen waar je zwart voor gewerkt hebt. Maar, oké, het glas is kapot. Hoppakee, laten we dan nu maar onze vloer nog een klein beetje uitbreiden aan deze kant. Gelukkig hebben we nog heel veel. En ik zie dat de garage trouwens net een stukje lager is. Maar dat is trouwens wel leuk. Dan kunnen we er een mooi trappetje naartoe maken. Voor nu, moeten wij hier... Zullen wij dit hier ook zo doen? Of zullen we hier een muur bouwen? Ik denk dat dat het leukste is. Ik ga hier iets proberen. Ik wil hier niet naar beneden vallen. Ah! Niet vallen. Hoppakee, dat moet daar. Ik wil hier namelijk een soort klein kamertje maken. Maar ik vind dit raam hier weer wat hebben of zo. Dus dit raam hier wil ik dan ook weer houden. Misschien dat we hier een klein tuintje in kunnen maken. Je weet maar nooit. Maar we gaan gewoon kijken wat het gaat worden. Ik bedoel, we hebben hier al aardig wat ruimte. Voor bijvoorbeeld een slaapkamer. We hebben dan ook een enchanting tafel nodig. Of een enchant kamertje nodig. Maar waar gaan we die maken? Dat is de vraag. Nou, ik denk trouwens wel dat we dit hoekje nodig hebben hier. Ik weet het niet. Ja, of we maken hier een soort tuintje van. Of een balkon. Ik denk dat we hier een balkon van gaan maken. Ik denk dat dat er wel leuk uit gaat zien. Hebben jullie trouwens nog ideeën? Laat die dan zeker weten hieronder in de chat. Ik wil gewoon al jullie ideeën horen. Zodat wij hier van de ziekste One Block Villa ooit van kunnen maken. Oh my god. Oké, dat ik dat gewoon durf. Dat is niet normaal. En weer terug. Oké, ik durf dat ook gewoon. Yo, Travity, welkom bij de stream, man. Hey Alex, ik ben een grote fan. Wil je please mijn naam zeggen? Yo, Senne, welkom bij de stream. Super dope dat je altijd bij de streams kijkt en de video's. Super dope dat je een fan bent. Laten we dit eventjes een klein beetje hier uitbreiden nog. Voilà en voilà. Hoppakee. En dan hebben we hier zo meteen een soort trappetje nodig met een ingang naar de garage. Want ja, de ingang, de garage moet natuurlijk niet losgekoppeld blijven. Laten we hier even een mooie stenen muur bouwen. Ik denk dat dat wel het mooiste is voor bij de garage. Hoppakee. Deze manier zo. En dan hier weer zo. En dan doen we hier zo een klein trappetje. Kijk hoe leuk dat eruit ziet. Echt zo'n typische garagetrap. Mensen zeggen ook, maak een zwembad. Ik zou heel graag een zwembad willen maken hier in mijn one-block huisje. Het probleem is alleen, ik heb geen water. Ik heb tot nu toe nog geen water gekregen uit mijn one-block. Dit is trouwens wel handig. Hier zitten toortjes in. Wow! We zijn aangekomen bij een nieuw tijdperk. We zijn nu aangekomen bij winter blijkbaar. En nu kunnen we dus dingen krijgen zoals sneeuw, cobblestone, nog meer sneeuw. Best veel sneeuw. Oh! Wow! Ah! 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 Wat is dat? 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 Waarom ben ik zo langzaam? Hè? Wat is dit voor beest? Hè? Oké, laten we dit... Oh, mijn video gaat ineens aan. Hoezo doet hij dat nou weer? Hè? Wat was dat voor beest? Wow! Die moeten we gaan zetten. Oké, we hebben een nieuwe donatie van Gijs Visma met een 2 euro donatie. Gijs, ontzettend erg bedankt voor jouw 2 euro donatie. Met als berichtje erbij, je bent de beste YouTuber ooit. Gijs, vind ik super tof om te horen dat je dat vindt. Bedankt voor je lieve berichtje en bedankt voor jouw 2 euro donatie. Dikke shout-out naar jou. Ik heb eten nodig alleen, dat is één ding wat zeker is. Laten we... Is dit nou al klaar? Ik heb het ernaast gegooid. Hij stond nog voor de deur. Oh, ik schrok me dood. Oké, niet schrikken, Alex. Wat is dit voor beest wat er voor mijn deur staat? Oké, ik ga gewoon wachten totdat hij naar mijn deur loopt. En dan ga ik hem slaan. Ik ga hem op deze manier proberen te killen. Want als hij mij waarschijnlijk één keer hit, ben ik dood. Oh, hij is dood. Kijk, top. Huh? Ik heb een Arrow of Slowness gekregen van hem. Oké, die bergen we nog maar eventjes op in de chest. Ah! Hoe kon die pijl mij nog hitten als die al dood was? Oké, die pijl zat nog in het hout blijkbaar wat ik had gemaakt. Maar het hout heeft wel gewerkt, dus daar ben ik wel blij mee op zich. Hier kunnen we nog het kippie bij gooien. Oh, ik vind het wel zielig, maar die kip moeten we nu wel opeten waarschijnlijk. Nu we hem toch hebben, weet je wel. Ja, we hebben gewoon eten nodig, anders overleven we niet op dit one block. Oké, kippie. Ach, mensen, ja, ik weet niet. Moet ik hem eten? Ik vind het ook weer zielig voor hem of zo. Ik heb hem nu al gebraden. Dat gaat hij sowieso niet zo leuk vinden. Al hoort hij dat van zijn kippenvrienden. Van, yo, je bent gebraden door Alex. Wat? Maar ja, moet ik hem nu gaan eten? Dat is de vraag. De arme kippie is doodgegaan door een creeper. Het was niet eens de bedoeling dat hij dood moest gaan of zo. Wordt hij gewoon gekild door een creeper? Stomme creeper! Oh, heel veel mensen zeggen ook nee in de chat. Ja, ik zie ook weer ja voorbij komen. Nee! Nee!
zal mijn dieren killen. Oh my god. Oh, oh, hier ligt zoveel vlees. Hier ligt echt van alles. Oh, nee toch. Hoe kan dit? Nee. Oh my god. Ik had een extra schaap. Had ik een extra schaap? Phew, ik ben blij dat mijn blauwe schaap er tenminste nog is. Ik moet dit nu al eten. Ik ben echt bijna dood. Oh, hoe dan? Hoe kan dit? Oh, zoveel. Mijn kip leeft nog gelukkig. Phew, die leeft nog. Daar ben ik blij mee. Oh, hoe kan dit gebeuren? Hoezo moeten ze altijd mij hebben? Oh my god. Moet je betalen voor een superchat? Ja, een superchat is, is gewoon een donatie, dus ja. Maar... Oh, ja, het spijt me, maar ik moet jullie nu wel braden. Ja, ik heb gewoon eten nodig. En als dat vlees dan toch in mijn inventory ligt, is het beter als het gebraden is. Oh, maar hoe kan dit steeds gebeuren? Bijna 2800 live kijkers. Welkom allemaal bij de stream. Super dope dat jullie er vandaag allemaal weer bij zijn. Ik ga dit schaapje opeten. Oh, ik vind het echt zielig voor dat schaapje. Maar ja, hij is nu opgegeten. Oh my god. We hebben hier tenminste wel de garage bijna af. We hadden daar nog wat cobblestone voor nodig. Dat is eigenlijk waarvoor ik deze kant op liep. Maar toen ontplofte er een creeper. Dat is niet zo fijn. Maar hij kan gebeuren, je weet toch. Wat hadden we nodig? Cobblestone, dat hadden we nodig. Oh, ik ben zo vergeetachtig. Hier lag de cobblestone. Yes, hoppakee, dankjewel. Dan kunnen we namelijk ook de laatste muur hier afmaken gelijk. Van de garage. Maar, oh, ik ben zo verdrietig. Al die dieren gaan dood in deze livestream. En maar in video's gaan die dieren meestal echt niet dood. Behalve als ik eten nodig heb. Maar dan ben ik één keer live. En dan komen er een paar creepers. En die komen ze allemaal killen. Ik vind het echt zielig voor die beestjes. Ik vind het echt zielig. Maar ja, kan helaas gebeuren. Hoppakee. De garage is tenminste af. Daar gaan we zo meteen wat kisten in plaatsen. Ik heb al één kistje, dus waar zullen we die zetten? Laten we hier een mooie kast maken met allemaal kistjes zo op deze manier. Dan komt hier twee kisten, daar één en dan daar twee weer. Ik denk dat dat er wel leuk uit kan gaan zien. De oven is klaar, dankjewel. Dat apprecieer ik heel erg. Laten we gelijk ook alle andere kisten erbij pakken. Ik heb namelijk heel veel kisten nog klaarstaan. Die allemaal in één keer in de garage kunnen komen. Zo, hoppakee. En dan zouden we hier nog een rekje tussen kunnen maken. Of niet? Nee, ik vind het wel fijn hier dat het een beetje open is hier. Ik wil hier eigenlijk ook een matje hebben, dat lijkt me leuk. En dan moet dat matje natuurlijk van blauw wol zijn. En daarvoor heb ik even een schaar nodig. Want ik heb Oh my god. Oh my god. Wat? Nee. Wat? Er zijn ineens allemaal schapen bijgespand. Oké, dit is super. Wat? En ik heb nog één stukje blauwe wol, dus dat komt ook echt geweldig uit. Er zijn gewoon dieren bijgekomen. Oh, en ik heb hier nog heel veel vlees liggen. Dat kan ik heel goed gebruiken voor eten. Dankjewel. Maar oké, wat hebben we nodig? Oké, ik ben weer blij. Er zijn weer schaapjes bijgekomen, mensen. Dit vind ik leuk. Oké, ik heb nodig. Wat had ik nodig? Ik ben vergeten wat ik nodig had. Oh ja, een schaar. Oké. Ik had er als het goed is al één. Yes, dus we gaan geen iron verspillen. En ik heb een blue dye, die heb ik al. Oké, dat is top. Schaapjes! Hier, jij bent blauw nu vanaf... Oh, wacht even met eten. Zo, dankjewel voor je wol. Oké, en dankjewel voor jouw wol. Kijk, daar kan ik weer een matje mee maken op deze manier. En is die nou... Oh, hij heeft weer gegroeid. Dankjewel. Oh. En daar kunnen we weer een paar matjes mee maken. Nu heb ik 9 matjes. En die kunnen we nu allemaal in mijn huis zetten. Dus laten wij even een mooi plekje uitzoeken. Ik wil hem het liefst in mijn garage hebben... Op deze manier. En dan maken we er zo een mooi matje van. Oh, kijk dan hoe leuk. Dan hebben we gewoon een leuk klein blauw matje. Dan wil ik hier ook een leuk klein blauw matje hebben op deze manier. Voilà. Ziet er gelijk veel leuker uit. Ik bedoel, blauw is gewoon een hele mooie kleur. Ik bedoel, blauw is gewoon perfect. Zelfs de diamonds zijn blauw. Ik heb weer een vote crate key gekregen. Oké. Je moet coal blocks maken. Daar kun je langer mee bakken. Dat is wel een goede tip. Alleen hebben we
niet zo heel veel lang bakdingen nodig. Ik bedoel, hier zitten nu 7 stukjes vlees en dat vlees dat wordt er ook even 7 bij. Turnable met de 1 euro donatie. Tuur, ontzettend erg bedankt voor jouw 1 euro donatie. Dikke shout-out naar jou, Tuur de Wolf. Heel erg bedankt. Support je het kanaal enorm mee. Alle nieuwe abonnees komen trouwens ook allemaal in beeld. Dus ben je nou nog niet geabonneerd, druk dan nu op die abonneerknop. Dat zou super dope zijn. Echt waar, water, koud water, dat is echt het beste drinken ooit. Dat is echt heel lekker. Maar we moeten een dak maken. Hoe gaan wij dit dak maken? We hebben trouwens zoveel cobblestone nodig voor dat dak ook. Dat is niet normaal. Er is hier ook een boompje gegroeid. Laten we die even hakken in de tussentijd. Hoppakee. En dan zetten we even een sapling terug. Hoppakee. En dankjewel voor het vlees. Oh, dat wordt gewaardeerd. Oké, we moeten het dak maken. Daarvoor heb ik heel wat cobblestone nodig. Maar eerst wil ik trouwens even de layout maken. De layout voor de rest van mijn huis. Ik wou... Hier wil ik een muur hebben met een grote ruime deur, denk ik. Dus laten we die maar gewoon even op deze manier zo mooi maken. Ik denk dat dit wel leuk is. Hoppakee, dan kunnen we hier namelijk een grote deur in maken zometeen. En dan wil ik hier een gangetje hebben. Ik heb slabs nodig. Ik heb wooden slabs nodig. Dan gooien we dit er even in allemaal. En dan gaan we even slabs maken. Kan dat hierin trouwens? Want dit is eigenlijk een stonecutter. Nee, oké, dat kan niet. Dat gaan we daar dan niet in doen. Maar dan gaan we gewoon lekker hier naartoe. Hoppakee. Oh, ik heb trouwens nog een stack aan slabs. Oké, dan wachten we nog heel even met het maken van een paar nieuwe slabs. Want ik heb er nog aardig wat. Hoppakee. Dan doen we even zo. En dan gaan we hier even mooi dit zo maken. Hier wil ik namelijk denk ik mijn slaapkamer hebben. Ik vind dit er wel een hele mooie plek voor. En hier tussen wil ik dan uiteindelijk een mooi balkonnetje hebben. Dus hoe breed gaan we dit maken? Misschien nog net zo. Zo. En we hebben een nieuwe donatie van Loentie Duck. Loentie Duck, dankjewel voor jouw 1 euro donatie. Dikke shout-out naar jou. Wordt heel erg gewaardeerd. Support je het kanaal en de video is echt enorm mee. Dus dankjewel. Bedankt voor jouw 1 euro donatie. En even kijken hoor. We moeten verder gaan bouwen. Mensen, morgenochtend om 8:30 komt er trouwens ook natuurlijk weer een hele nieuwe Minecraft Survival video online. Dus geen Minecraft One Block, geen Minecraft Raft. De Raft video komt er ook weer gewoon aan. Die komt er op maandag aan. Maar morgen komt er Minecraft Survival dus aan. Dus ik hoop dat jullie die leuk gaan vinden. Om 8:30 komt die online. Dus ik zou zeggen, klik zeker op het belletje naast de abonneerknop om op de hoogte te blijven van wanneer die video online komt. Want die wil je echt niet missen. Alrighty, dit hebben we nu allemaal staan. Dus dat is helemaal mooi. Laten we dit dan weer zo bouwen. Dan moet hier even een randje op, denk ik, op deze manier. Hoppakee, en weer een donatie van Killer Knight deze keer. Killer Knight, dankjewel voor jouw 1 euro donatie. Dikke shout-out naar jou. Heel erg bedankt. We kunnen er trouwens ook voor kiezen om alleen hier een hoog dak te doen. Dus op dit kleine stukje en op de garage. En dan kunnen we hier een plat dak op doen. Ik denk dat dat het beste is. En dat we daarmee heel wat steen kunnen gaan besparen. Dus ik denk dat we dat gewoon gaan doen dan ook. Even kijken hoor. Laten we hier sowieso even een mooi hoekje bouwen. Op deze manier. Hoppakee. En weer een nieuwe donatie. Weer 1 euro van Killer Knight. Killer Knight, dankjewel voor 1 euro donatie. En dan hebben we daarna gelijk. Gijs, dankjewel. Oh nee, Loentie Duck. Loentie Duck komt daarna nog een keer met de 1 euro donatie. Loentie Duck, dankjewel voor jouw 1 euro donatie. En we hebben daarna Tuur de Wolf met de 1 euro donatie. Wat? Dit is insane, Tuur. Ook shout-out naar jou. Daarna hebben we dan Gijs met de 2 euro donatie. Gijs, dankjewel voor jouw 2 euro donatie. Daaronder staat, je bent de beste YouTuber ooit. Dikke shout-out naar jou. Dankjewel voor het leuke berichtje. En dan hebben we daarna Para Imposter met SO naar België en Nederland. Dank jullie wel voor al jullie donaties. Heel erg bedankt. Dikke shout-out naar jullie allemaal. Laten we hier even verder bouwen. Wat gaan we hier doen? We moeten hier een raampje hebben op deze manier. Dit moet hier boven weer een beetje opgevuld worden. En wat doen we hier? Hier wil ik een muur hebben. Deze achterkant wordt waarschijnlijk niet echt heel mooi. Dus ik wil hier ook geen raam hebben. Dus dit wordt gewoon een muur, weet je. Mensen zeggen, maak een dierengraf. Dat moet een heel groot graf worden dan. Want er zijn best wel wat diertjes dood gegaan al. Dat is echt niet normaal. Huh? Hoezo is één blauwe schaap weer wit geworden? Hè? Oh nee, dat blauwe schaap staat hier. Er is nog een schaap. We hebben ineens 4 schapen.
Oké, okay, nou, dat vind ik wel superleuk. Dat we gewoon 4 schapen ineens hebben. Dat is best leuk. Dat is wel gezellig een keertje, 4 schapen. In plaats van alle schapen die in één keer dood zijn. Jongen. Alrighty, laten we verder gaan bouwen, mensen. Laten we lekker verder gaan bouwen. Even kijken, hoor. Zo, ik heb nu wat anders aangeklikt. Zo. Hier moet ergens mijn master bedroom komen op deze manier. Dus ik denk dat we hier gewoon een muur bouwen. Of misschien, nee, hier komt nog een raam, denk ik. Ik vind dit wel een mooie plek voor een raam. Ik bedoel, je kijkt heel mooi de afgrond in. Wie wil dat nou niet? En dan wil ik hier een mooi bed hebben. Op deze manier. Dus hier komt dan ook geen raam. En dan moet er hier weer een muur komen. Ja, hier komt een muur. Of niet? Of zullen we het lekker open houden? Weet je wat? Ik hou mijn huis gewoon lekker open. Ik bedoel, ik ben toch de enige die er woont. En er kijken dan zo'n 2700 mensen live mee naar waar ik woon nu. Maar hey, weet je? Hartstikke gezellig. Kijk lekker mee. Hier wil ik dan uiteindelijk, denk ik, mijn enchanting table maken. Ik denk dat dit wel een hele vette plek daarvoor kan gaan worden. Ik bedoel, als ik hier even de enchanting table erbij ga pakken, dan halen we die eventjes op. Die heb ik hier ergens liggen, dacht ik. Hallo, enchanting table, waar ben je? Daar ben je, kijk. En we hebben gelijk ook 3 boekenkasten die we er omheen kunnen zetten. Dus dat is ook gelijk superleuk. Dan gaan we die gewoon lekker, bam, hier zo neerzetten. Oh, kijk dan hoe dat eruit ziet. Ik vind het er best nice uitzien. Dan gaan we hier omheen even een muurtje bouwen. En dan doen we alle boekenkasten erom die we tot nu toe hebben. En dat zijn er dus 3. Dus dat is nog niet zo heel veel voor een hele enchanting table. Maar hey, weet je, het is beter dan niet, zeggen we dan. Even kijken. Zo, dan zetten we die daar. En tot welk level kunnen wij nu enchanten? Tot level 7. Nee, het is toch wat. We kunnen tot level 7 gaan enchanten. Oké. Wat zou ik hier dan nog doen? Ik ga hier geen ramen opzetten, denk ik. Ik wil hier namelijk gewoon een mooi dak uiteindelijk boven hebben. En dan kunnen we de slabs mooi gebruiken als extra steentjes. Zo. Ja, dit gaat er wel nice uitzien. Dit gaat er heel nice uitzien, het huis. We gaan sowieso nog best veel doen aan de inrichting. Want ja, anders ziet het er best wel karig uit natuurlijk. En dat moeten we niet hebben, absoluut niet. Ik heb wel, ik heb geen slabs nodig. Ik heb gewoon normaal hout nodig. Even kijken hoor. Waarom loop ik zo langzaam? Ik heb eten nodig. Nom. Gaan we even eten. Ik eet gelijk 2 stukjes op. Ik bedoel, het kan allemaal, weet je. Ik heb toch genoeg vlees nu, want alle dieren waren dood gegaan. Even kijken hoor. Iemand zegt ook in de chat, ga weer minen. Ja, dat gaan we zo meteen ook doen. Als dit huis af is, dan gaan we hem inrichten en dan gaan we lekker een klein beetje minen. Maar we zijn ook aangekomen bij een nieuw tijdperk en dat is het tijdperk winter. Dus dan krijgen we allemaal spulletjes die met de winter te maken hebben. Dus, oh! Bijvoorbeeld dit hout. Ik heb nu voor het eerst een spruce log gekregen. Misschien krijgen we nu ook andere dingen in kisten wel. Wat superleuk is. We krijgen nu ook sneeuw en dat soort dingen. Dus we zouden zelfs gewoon een soort sneeuwgebiedje kunnen maken. Op mijn... Oh, ik heb een beter idee trouwens. Ik weet niet of ik het heb. Als ik een pompoen heb, heb ik echt het geweldigste idee ooit. Hallo, pompoen? Ik heb geen pompoen, hè? Oh, nee. Ik heb geen pompoen. Anders kon ik namelijk een sneeuwpomp bouwen. Maar ja, nu kan dat helaas niet. Even kijken, hoor. Laten we hier overheen het dak maar even gaan afmaken. Ik bedoel, ik heb 12 cobblestone stairs. Ik heb er iets meer nodig nog. Maar gelukkig heb ik nog best veel cobblestone. Dus dan pakken we alles er gewoon in één keer even bij. Dankjewel. Ik heb hier nog een paar trappetjes. Die kunnen we gelijk gebruiken. Voilà. En dan doen we eventjes wat in de stone cutter. Hoppakee. En dan pakken we er nog wat. Nog 15 hebben we er denk ik nodig. Zo, kijk. Perfect. Dan kunnen we hier lekker ons trappetje gebruiken. Want ja, die stond er nog van ons dak. Dus dat is ook helemaal perfect. En dan gaan we hier even het dak verder bouwen, denk ik. Maar hoe gaan we dat doen? Ik denk dat we hier gewoon letterlijk, dat ik hier gewoon dit dak zo laat doorlopen. En dat ik de rest van het dak ga maken met slabs. En we zouden er dan een klein zoldertje op kunnen bouwen. En daar kunnen we ook weer extra chesten neerzetten. Alleen weet ik niet of het nodig is. Want we hebben hier nu al een hele chestroom in de garage natuurlijk ook klaarstaan. Dus ik weet niet of het nodig is om per se een hele chestroom op zolder te maken. De zolder is trouwens ook niet zo heel groot. Dus ik denk niet dat we er wat mee kunnen. Ik denk dat het gewoon een loze zolder gaat worden. Maar laten we voor nu sowieso dit hier zetten. Dan hebben we stone slabs nodig. Of cobblestone slabs eigenlijk. En dan gaan we even naar de stone cutter. Dan gooien we hier heel wat dingen in. En dan hebben we heel wat slabs nodig voor het dak wel. Dit dak gaat best duur worden in slabs, denk ik.
Iemand zegt in de chat, ga GTA spelen. Ik heb een probleempje gehad met mijn GTA vandaag. En ik kan hem niet meer opstarten. Dus dat gaat heel lastig worden, man. Dat gaat heel lastig worden. Niet naar beneden vallen, niet naar beneden vallen. Oké, ik moet hier iets doen. Ik moet hier namelijk wat gaan bouwen. En dat zijn de randjes hieronder. Oké, ik denk dat dit best makkelijk moet gaan worden. Want het is niet heel ruim. Hoppakee, op deze manier kunnen we het makkelijk bouwen. En dan hou ik die weer weg. Nee, mijn blokje zand. Oh, jongen. Geef de schapen blauwe kleuren. Ja, er zijn tot nu toe al 2 schapen die een mooie blauwe kleur hebben. Heb ik mijn schaar nog? Oh ja, die heb ik zeker nog. Dan ga ik ze snel eventjes scheren. Want dit blauwe wol gaan we echt veel gebruiken in mijn huis. Daar ligt het. Kijk, dat blauwe wol kunnen we heel goed gebruiken voor leuke dingetjes in mijn huis. We kunnen er bijvoorbeeld banners mee maken. Maar we kunnen er ook tapijtjes mee maken, bedden mee maken. Echt van alles. Maar laten we voor nu maar naar het dak gaan. Want wij waren natuurlijk bezig met het bouwen van ons mooie dak hier. Zo. Dus dan pakken we de slabbies erbij. En dan gaan we gewoon een beetje het dak makkelijk invullen. Moet dit nog hoger? Ja, dit moet 1 stukje hoger eigenlijk. En heb ik daar cobblestone voor? Nee, want ik heb alles in slabs omgetoverd. Dus nu moet ik dit helemaal zo doen. Maar ja, weet je, het kan geen kwaad. Ik bedoel, dit moet makkelijk lukken. Het gaat ons wat slabs kosten, maar we doen het ermee. Hoppakee. En hoppakee. Oh, dat gaat verkeerd. Zo, dan doen we dat zo. En dan wil ik hier allemaal slabs op hebben. En dan moet het eentje uitsteken op deze manier. Oh, we gaan hier echt heel veel slabs... Nee! Oh, dan vallen er ook nog 2 slabs tegelijkertijd naar beneden. Oh, dat moeten we helemaal niet hebben nu. Maar we moeten echt op onze spulletjes gaan bezuinigen. Ik let niet echt om hoe het eruit ziet aan de buitenkant van deze kant. Want ja, niemand gaat aan deze kant komen, lijkt mij. Dus hey, het gaat vooral dat de voorkant er mooi uitziet. Daarom dat er hier ook alleen een schuin dakje zit natuurlijk. Want dan ziet de voorkant er gewoon mooi uit. En dat is wat we moeten hebben. Zo, dan bouwen we dit nog even vol op deze manier. Oké, we hebben weer slabs nodig, hè? Ja, dat dacht ik al. Maar gelukkig hebben we nog heel wat dingetjes hier liggen. Cool, Rassi, met de 1 euro donatie. Cool, dankjewel voor jouw 1 euro donatie. Zit helaas geen berichtje bij, maar wel echt een dikke shout-out naar jou. Heel erg bedankt, wordt heel erg gewaardeerd. Zo, al het cobblestone veranderen we eventjes naar slabs. We hebben wel echt toortjes nodig in mijn huis voordat er hier monsters gaan spawnen. Dat is namelijk wat ik absoluut niet wil hebben hier zo. Ik bedoel, ik hou niet zo van monsters. We hebben hier ook een mooi afgehakt creeperhoofdje natuurlijk aan de muur hangen. En die heeft het ook niet zo naar zijn zin volgens mij. Maar ja, hey, ik vind hem hartstikke leuk daar staan. Mensen, vergeet trouwens ook niet te abonneren op mijn kanaal. Heb je dat nog niet gedaan? Iedereen die abonneert komt namelijk met zijn naam in beeld natuurlijk. Wat super dope is. En ik zal iedereen ook een shout-out geven. Ik zal even kijken of de abonnees wel werken. Even kijken. Of staan er alleen donaties bij? Het lijkt erop dat alleen de donaties erbij zijn. Filters. Cheers. Close. Nee, oké, het moet er wel bij staan, denk ik. Yes, zo hebben we bijvoorbeeld Super Saiyan die heeft geabonneerd. Dankjewel voor het abonneren op mijn YouTube-kanaal. Dikke shout-out naar jou. Vergeet dus niet te abonneren op mijn kanaal. Dan kom je namelijk gewoon lekker met jouw naampie in beeld. Wij gaan in de tussentijd even de slabs afmaken overal hier op het dak. Zodat het er allemaal mooi uit gaat zien. Hier moet natuurlijk een mooi tuintje komen. Dus die moeten we wel echt mooi maken. Dit moet er wel mooi uitzien allemaal. Zo, voilà. Heel veel mensen zeggen steeds in de chat, ga naar de Nether. Wil je zien hoe de Nether eruit ziet in OneBlock? Dan zou ik zeggen, check even mijn allernieuwste video uit. Er staat namelijk een nieuwe OneBlock video online op mijn YouTube kanaal. Die is vanochtend geüpload. En daarin ben ik naar de Nether geweest daadwerkelijk. Dus die kan je daar ook zeker uitchecken. Voor nu gaan wij gewoon lekker doorbouwen op deze manier. Niet vallen, Alex. Oh! Niet naar beneden. Nee, waarom vallen mijn slabs altijd naar beneden? Oké, we hebben wel echt perfect hier genoeg slabs voor. Dan moeten wij dit nog allemaal opvullen. Ik hoop echt dat we aan 1 stack slabs genoeg hebben. Maar ik denk het persoonlijk niet eigenlijk. Oh, kijk ik naar de grootte van dit dak. Want het is wel een best wel groot dak. Het is trouwens wel vet. Daar kom ik nu pas mee. Als we hier boven de enchanting table een glazen dak maken. Dus ik laat dit nog even open. Heb ik zand voor een glazen dak? Ik hoop het wel. Ik heb er 9 nodig. En ik heb er letterlijk 9 liggen. Perfecter dan dit kan je dit niet hebben. Ik mag het alleen echt absoluut niet misplaatsen zometeen.
Maar ik heb wel gewoon 9 zand. Dus dat komt echt perfect uit. Dus laten we in de tussentijd lekker dit allemaal verder mooi gaan opvullen. Maar hoe vet is dat? Als we gewoon een glazen dak hebben boven op onze enchanting table. Dus we gaan dit even mooi opvullen. Hoppakee. Echt, dit huis wordt zo vet. Dat is niet normaal. We moeten denk ik nog even naar het dak. Misschien zijn er nog een paar kleine randjes die we af moeten maken. Ah, skeleton! Ah, ga dood. Ik hou niet van skeletons. Dood. Dood. Woe, die is dood. Oké, die arrow heb ik niet nodig. Weg ermee. Dan gaan we eventjes naar boven. En oké. Dit ziet er goed uit. We hebben hier nog een paar kleine randjes die we missen. Daar missen we geen randje meer. En hier zo. Dit is het laatste randje wat we missen als het goed is. Hoppakee, die is af. Ja, ik vind hem heel vet geworden. Het dak is best wel plat geworden op zich. Maar ja, weet je, ik vind het wel chill eigenlijk. Dat we een plat dak hebben, want de zolder zouden we toch niet nodig hebben. Hier kunnen we misschien nog een mooi randje op deze manier maken. Ziet er wel... Nou, het ziet er niet mooi uit. Nee, ik vind het er niet mooi uitzien. Ik haal het gelijk weer weg. Ik vind het niet zo mooi eruit zien. Maar we hebben hier dus onze enchanting table. Hoe ver is het glas al in de tussentijd? Oeh, we hebben er al 6. Die gaan we dan gelijk mooi neerzetten hierboven. Op ons mooie dakraam. Oh my god, kijk dan hoe dit eruit ziet. Dit gaat er echt vet uitzien, dat dakraam. Hier wil ik dan mijn slaapkamer bouwen. Dus dan bouw ik hier even een klein randje op deze manier. Want hier wil ik mijn bed hebben. Dus ik ga even mijn bed erbij halen. Die heb ik namelijk nu in dit kleine hoekje staan. En het is niet echt een mooi hoekje voor een bed. Ik weet het. Daarom halen we hem er nu ook weg. Want als ik hem hier nu zet, staat het veel en veel beter. We hebben ook heel wat nieuw glas nodig. Want ja, hey, ik zit hier in mijn slaapkamer. Ik wil niet dat ik hier naar buiten val ineens. We hebben hier ook gras nodig, merk ik nu trouwens. En dat wil ik doen met dirt. Alleen denk ik dat wij dan wat dirt... Oh, daar staat hier iemand. Hallo? Ja. Hè? Hoezo staat hier nou? Dankjewel voor je kip. Wat? Er staat hier ineens iemand. Oh, dankjewel voor je kip. Oh, iemand heeft een zwaard. Oké. Het wordt ineens heel druk hier. En ik krijg een wortel. Dankjewel. En ik heb ook €2 gekregen van G-Gayman. G-Gayman, dankjewel. Dikke shout-out naar jou. Dankjewel voor jouw €2 donatie. Hij geeft mij letterlijk een stack diamonds. Ik hoef geen stack diamonds. Dan vind ik te veel cheaterig of zo. Iemand geeft mij hier letterlijk een stack diamonds. Ik weet niet of dat iemand is van de server zelf. Maar er komt hier letterlijk gewoon iemand met een stack diamonds aan. Ik heb hem teruggegeven. Ik vind het oneerlijk om een stack diamonds ineens aan te pakken van iemand. Maar ik heb wel een kippie gekregen. Een rauw kippie. Hey, dankjewel voor het rauwe kippie. Oh my god. Het glas bouwen in de tussentijd weer lekker verder. Ik heb best wel wat dirt nodig. Ik wil namelijk... Om mijn huis moet ik een soort klein bruggetje maken. Zodat het gras uiteindelijk hier kan komen. Ik krijg ook een stack blocks of iron. Ik hoef je iron niet, oké? Dankjewel, maar het hoeft niet. Wow. Oké, dit is waarschijnlijk iemand van de server zelf. Dit is iemand van de host van de server waar ik op speel, denk ik. Want die kan hier gewoon vliegen en alles. What the heck? Maar ik ga gewoon weer lekker verder. Ik hoef echt geen diamonds en iron blocks en zo. Want anders vind ik het niet leuk. Want we zijn aan het survivalen natuurlijk. We zitten hier trouwens bijna met 3000 live kijkers. Wat super. Maar dan ook echt super dope is. Welkom allemaal bij deze livestream. Super dope dat jullie erbij zijn. Heb je nou nog niet op het duimpje omhoog gedrukt? Waar wacht je dan op? Druk dan nu op dat duimpje omhoog. Dat zou super dope zijn natuurlijk. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Als je abonneert kom je namelijk ook met jouw naam in beeld. Ik zal even kijken of die er wel bij... Hij staat er wel bij... Zo. Het lijkt er alleen op dat mijn programmaatje volgens mij niet de abonnees doorgeeft. Naar waar ze binnen horen te komen. Dus anders gaan we de shout-outs op een andere manier. We krijgen eerst een nieuwe donatie van G-Gayman. G-Gayman, weer bedankt voor weer een €2 donatie. Wil je mijn bericht nog voorlezen? Oh ja, sorry. Sorry. Als ik de 50 abonnees krijg, krijg ik nog een dono. Oké. Nou, sowieso succes met de 50 abonnees. Dankjewel ook voor jouw donatie. En wat gebeurt er hier allemaal? Wat? Hè? Wat gebeurt er hier? Waarom vliegt er een Ender Dragon over mijn woonblok?
Wat is dit? Hoezo vliegt er hier een Ender Dragon? Oh my god, wat gebeurt er hier allemaal? Nou ja, wij gaan gewoon lekker verder in de tussentijd. Ik heb namelijk best wel wat dirt nodig. Dus laten wij maar even hiervoor gaan lopen. En laten we kijken of wij wat dirt kunnen gaan minen uit onze one block. Uh-oh, ik hoor een zombie. Uh-oh, ik hoor heel veel... Ah! Oh nee. Oh, het is een zombie en een skeleton. Dood. Oh, dankjewel. Maar even, voor de mensen die nu op mijn eiland zijn. Als jullie mij kunnen horen. Kunnen jullie me alsjeblieft met rust laten? Ik probeer te survivalen. Maar er staan hier allemaal mensen op mijn eiland. Ik vind het heel aardig dat jullie spullen kwamen brengen. Dank jullie wel daarvoor. Maar ik wil even verder survivalen. Er staan hier allemaal mensen op mijn eiland. Ik heb ook trouwens die twee wortels gekregen. Dat is wel handig. Die ene wortel. Die kan ik dan namelijk gaan planten zometeen. En dat komt wel goed uit sowieso. Ik heb ook... Oh, ik heb wat dirt gekregen. Dankjewel. Oh my god. Dat kunnen we gelijk even neerplaatsen hier zo. Voor het kleine tuintje. Alleen moeten wij wel dit dirt waarschijnlijk helemaal eerst om mijn huis laten lopen. Naar het gras daar. Dus ik ga nog een klein beetje extra dirt erbij hakken. Oh, ik heb trouwens... Oké, hier is mijn schep. Ik dacht al, was ik mijn schep nou kwijt? Maar nee. Oké, uh-oh. Oh nee, waarom komen hier zoveel mobs uit? Ik hoor weer een skeleton. Ah, het is weer zo'n vergiftigde skeleton. Oh my god. Laat me met rust, meneer de skeleton. Oh my... En er ligt hier ineens een zwaard? Ik hoef alleen enchanted spullen niet. Ik krijg allemaal enchanted spullen. Sorry, maar ik hoef geen enchanted spullen. Ik wil survivalen. Oh my god, die is ook dood. Hoppakee. Ik heb trouwens ook bijna geen eten meer. Dan gaan we eventjes een steakie eten. Nom, 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 nom. Hoppakee. Laten we nog maar eventjes hier naar voren gaan. Volgens mij zijn ze weg. Dank jullie wel. Maar laten we eventjes hier even wat spulletjes gaan hakken. Oh nee, er komen weer zombies uit. Ik hoor het al. Ik hoor allemaal monsters hier uitkomen. Let's go. Goed zo, goed zo. Burn, burn. Ga verbranden. Dankjewel, die is dood. Hoppakee, we krijgen ook allemaal sneeuw en een kist met... Wow. Een stack charcoal krijgen we hier uit. We krijgen een grindstone. En iron. En we hebben trouwens ook een spursboom gekregen, zie ik nu. En die grindstone, die neem ik graag even mee. Die wil ik in mijn huis zetten. Die ga ik in mijn garage zetten, denk ik. Waar kan ik deze zetten? Ik denk dat ik deze hier... Ja, juist. Die staat perfect daar zo. Die zetten we gewoon lekker daar neer. Ik heb gewoon een stack charcoal gekregen. En dat komt best wel goed uit. Charcoal kunnen we namelijk best wel goed gebruiken. De kist die hakken we voor nu weer lekker eventjes weg. Hoppakee. Want ik heb dirt nodig. We hebben nog een klein beetje dirt nodig. En dan kunnen we gras laten groeien. Dus dat is dan helemaal super. Hoppakee. Kijk, daar hebben we deur. Oh, ik kan de deur niet oppakken. Sorry, stripped oak lock. Oh, en sorry, vier sneeuwballen. Jullie moeten even weg. Oh nee, ik hoor een skeleton. Oké, ik ga gewoon met hem vechten. Hier kom jij. Hier kom jij, flinker. Hier. Hoppakee, die is dood. Geef mij dirt. Ik wil dirt. Wow. Oh my god. Ik heb ijs gekregen. Betekent dit dat als ik dit laat smelten, dat ik er water uit kan halen? Oké, laten we sowieso een emmer maken. We hebben namelijk echt heel hard water nodig op mijn eiland. Ik heb namelijk nog geen water. Ik heb hier wel 3 iron ingots waarmee ik een emmer kan maken. Ik loop heel langzaam trouwens nog. Dat is door die slowness die ik heb. Die nu elk moment weggaat. Denk ik. Ik hoop het. Nou ja, ja, die is weg. Top. Laten we even een emmertje maken. En laten we kijken of we hier water uit kunnen krijgen. Al warmen we dit op. Hallo, ijs. Gaat dit werken? Ik hoop het wel. We hebben namelijk echt water nodig. Dus ik ga hier gewoon bij staan. Totdat het ijs gewoon is opgewarmd. In de tussentijd gaan we even... Ik doe er nog een paar torches bij. Zo, op deze manier. Nu moet het ijs wel warm worden, toch? Mensen, laat het even weten in de chat. Al verwarm ik ijs, dan wordt het toch gewoon water, lijkt mij. Ja! Het wordt water! Oh my god. Oh my god. Ik heb eindelijk water! Oh my god. Het is ons gelukt. We hebben water. We hebben eindelijk een emmer water. Ik heb nog 1 emmer water nodig.
En dan kunnen we een infinite water resource maken. Maar het is goed om te zien dat we dus ijs kunnen krijgen. Want dat betekent dus letterlijk dat wij hieruit alles water kunnen krijgen. En dan kunnen wij uiteindelijk een zwembad bouwen. Uh-oh. Ah! Dood! Dood! Oké. Ja, die is dood. Die gaat dood. Oh, wat zand. Dat heb ik nodig. Dankjewel. Kom op, geef me meer ijs. Ik heb meer ijs nodig. Volgens mij is ijs best wel zeldzaam, als zie ik het zo. Want ik... Oh, een konijntje! Hallo, konijn! Au, au! Doe eens even normaal. Ik ben met mijn konijntje hier zo. Waar is het konijn? Oh my god, ik vind het wel schattig. Hallo, konijn! Oh my god, 3000 kijkers ook. Welkom allemaal bij de stream. We hebben zojuist gewoon een konijntje gekregen. En weer een zombie. Echt, er komen zoveel zombies uit deze blokken nu. Dat is niet normaal. Maar wij gaan gewoon lekker verder bouwen. Hallo? Waar is mijn blok? Hallo? Ik ga hier ook niet in springen, want het ziet er geglitcht uit. Oh, kijk, daar is mijn blok. Oh, en een kist. Wow! We hebben een music disc gekregen. En superveel iron. Oké, dit is een hele goede kist die we hebben gekregen hier zo. Dankjewel. We hebben weer wat. Oh! Dood. 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 Kom op, dankjewel. Phew. Uh-oh. Oh, nee. Niet weer. Niet weer. Oh, dit betekent trouwens ook met dat water. Al maken we met dat water een infinite water resource. Dan kunnen we er uiteindelijk in gaan vissen. Weer een konijn! Wat leuk! We hebben weer een konijntje. Maar al maken we met dat water een infinite water resource zometeen. Dan zouden we gewoon kunnen vissen en dat soort dingen. En daaruit kunnen we best wel wat eten krijgen. We hebben hier zojuist volgens mij letterlijk het zeldzaamste armor gekregen van heel Minecraft. Namelijk chain armor. Daar ben ik blij mee. Het duurde heel even. Dus een kleine pauze tussen. Dus wat ik zei, ik voeg deze even samen. Even kijken hoor. Zo. Maar dat armor wil ik heel graag hebben. Dankjewel. Dat ga ik op een armor stand zetten, denk ik. Want het ziet er wel echt heel vet uit. Hoppakee. Dit gaat allemaal even de kist in. Zo. En dan gaan we de kist weer even weghakken. Kom op. Geef mij nog één stukje ijs. Geef mij een stukje ijs. Ik wil ijs. Geef me ijs. Oh nee. Ik wil ijs. Geef me ijs. Oh, ik hoor ook zombies. Oh! Hoe kom jij aan die schoenen? Hoe kom jij nou aan die schoenen? Au, 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 au! Au! Au, ik sta in brand! Oké, ik heb echt eten nodig. Ik ga de kip opeten, mensen. Het is zover. Sorry, kip! Het spijt me! Maar ik had honger. Heeft iedereen... Heb jij ook wel eens gehad in je leven toen je nog leefde, meneer de kip? Zo, die sneeuwballen doen we even weg. Dat water berg ik even netjes op. Dat vlees hou ik wel bij me. Zo, hoppakee. We hebben trouwens echt een nieuwe bel nodig. Ja, want die is kapot. Oeh, dirt. We hebben trouwens al 3 blokjes dirt. Dus dat komt best wel goed uit, dat dirt. Ik ga even kijken hoe ver ik ermee kan komen. Tot aan het gras. 1, 2, 3. Oké, nog. We hebben nog zo'n 4 blokken dirt nodig. En dan kunnen we hier gras laten groeien dus. Oké, dat is goed om te weten. Dus we moeten nog even doorhakken. Ik heb wel echt een nieuwe bel nodig alleen. Want als hier nu hout komt, dan kan ik het gewoon niet pakken. Of dan moet ik heel lang... Nee! Oh! Ik had moeten... Oh. Ik had ijs. Ik had ijs. Ik ging te snel. Ik ging te snel. Ik ging te snel met mijn pickaxe. Ik ging veel te snel met mijn... Wow. Hallo, meneer de ijsbeer. Doe mij alsjeblieft niks aan. Kom alsjeblieft hier naar binnen. Oké, weet je wat? Loop maar op. Nee, kip! Kip, kijk uit voor die ijsbeer. Een ijsbeer is groot en sterk. We hebben een ijsbeertje gekregen! Wat? Dit is ziek, mensen. Wat de heck? We hebben gewoon letterlijk een ijsbeer hier zo. Wayo, die is mokertje groot ook. Oh, er staat hier ook ineens een ijsbeertje. Mensen, klik natuurlijk allemaal op die abonneerknop. Zou superdoos zijn, dan willen jullie abonneren. En al ben je geabonneerd op mijn kanaal, laat het dan weten in de chat. En dan zal ik een paar mensen een shout-out geven live hier op stream. Ik ga even een paar sneeuwblokjes maken, dat bespaart me weer wat ruimte. Maar kan ik meer ijs krijgen? Oh, ik moet echt zachtjes aandoen met dat ijs en een pickaxe. Een pickaxe breekt dat ijs zo snel namelijk. Dat is niet normaal. Even kijken hoor. Ik heb er eentje nodig. Dan gaan we naar mijn crafting table. Hallo crafting table! Ik heb even wat spullen nodig.
Ik heb even sticks nodig, dankjewel. En dan moeten wij een bel hebben. Zo, voilà. En dan kunnen we gaan... Is dit mijn huisdier al? Of moet ik hem nog temmen? Hallo? Wolf? Oh, hij is boos. Waarom ben je boos? Nee, 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 nee. Nee! Nee, 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 nee! Nee! Ik heb een konijnenhoofd gekregen. Ik heb een konijnenhoofd gekregen, maar... Nee! Waarom moest die wolf mijn konijn vermoorden? Oh, maar ik wil hem wel temmen. Ik wil hem wel temmen. Het lijkt me zo leuk om een huisdier te hebben. Oké, okay, ik ga hem temmen. Hallo, meneer de hond. Hallo, meneer de hond. Kom eens. Kom eens. Ja! Ik heb een hond! Dit is zo leuk, maar hij heeft wel mijn konijn gekillt. Maar ik heb wel nu een rabbit hoofd gekregen. Kijk nou hoe dat eruit ziet. Het ziet er wel schattig uit. Dat is één ding wat zeker is. Wij gaan gewoon weer lekker verder hakken in de tussentijd. Kijken wat we er nog meer uit kunnen krijgen. Ik vind de winter items tot nu toe echt super leuk die je allemaal kan krijgen. We gaan nog even de zombie killen. Hoppakee. En dan gaan we gewoon lekker verder hakken. Hoppakee. Oh, ho, ho, ho. Dood, dood, dood. Oh, mijn hond kan me natuurlijk ook helpen met aanvallen nu. Maar ik vind het echt leuk. Ik heb gewoon mijn eigen huisdiertje op mijn One Block Island nu. Of nou ja, wij met z'n allen hebben gewoon een huisdiertje nu. Nee, mijn turd! Hallo? Turd! Waar ben je? Oh, ik hoor weer een zombie uit het blok komen. Oké, ik heb mijn deurblokje gekregen. Dat is top. Maar, oh nee. Baby zombie! Vol hem aan, hond! Vol hem! Ja, 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 ja. Oh, mijn hond gaat erachteraan. Mijn hond gaat erachteraan. Dankjewel, hond. Doe je goed. Au. Hij staat bij me. Wow, we hebben weer chain armor gekregen. Oké, oké. Au, au, au. Ik sta in de fik. Oké, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ik heb mijn water niet bij me. Hond, even aan de kant. Je staat midden op mijn... Oh my god. Hond, kom eens even naar binnen. Hebben jullie trouwens nog een leuke naam voor deze hond? Laat het dan weten hieronder in de chat. Ik ga in de tussentijd even mijn water weer vullen. Maar laat even al jullie namen weten in de chat voor deze hond. En dan ga ik er zo meteen eentje tussen uitzoeken. Ik ben in een paar seconden terug. Wat worden de namen? Hebben we wat leuke namen ertussen staan? Ik zie Flash. Nou ja, ik vind hem niet echt een Flash, want hij is nog steeds, hij is niet zo snel. Je kan merken dat hij niet zo snel is. Hond, kom! Oh! Wat? Dit was letterlijk de Flash! Wat? Oké. We noemen hem Flash, we noemen hem Flash. Gewoon hierdoor. Nu moeten we hem Flash noemen. Dit was te perfect getimed. Oh my god. Dit was veel te perfect getimed. We noemen hem Flash, mensen. Dit is Flash. Aanschouw. Flash. Oh my god. In de tussentijd gaan we gewoon weer lekker verder hakken. Maar mensen, dit is Flash geworden. Het kan niet anders. Ik wil weer ijs hebben. Ik doe nu zo voorzichtig met mijn pickaxe. Want ik wil gewoon dat ijs weer hebben. Oh, en we hebben een kistje. Weer met chain armor. Oké, nu beginnen we wel een beetje heel veel chain armor te krijgen. Maar geef me ijs. Oh. Oh. Ah! Ik ga dood. Flash! Help! Flash! Flash! Oh nee, Flash, er komt een zombie aan. Flash, kijk uit. Die zombie staat stil. Oké, nou, weet je, als die zombie er geen zin meer in heeft, dan vind ik het ook best. Oh, hij leeft nog. Hij leeft nog. Flash, kijk uit. Die is dood. Zo, nu kunnen we wel wat te eten geven aan Flash. Flashje, wil jij lekker wat te eten? Wil jij lekker een stukje vlees, Flash? Oh my god. Laten we gewoon weer lekker verder hakken in de tussentijd. Ik hoop dat ik geen monster tegenkom. Ik moet trouwens eten, want ik krijg bijna dood hier zo. En dat moeten we echt niet hebben. Nom, 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 nom. Ik wil ijs. Ik hoor zombies. Ik moet levens hebben. Ik moet even wachten tot ik er levens bij heb. Heel veel mensen zeggen nu nog steeds, maak je huis groter. Ik heb hem net groter gemaakt. Hier komen, zombie. Hier komen. Ga dood. Phew, die is dood.
Maar ik heb mijn huis letterlijk net groter gemaakt. Die is ook dood. Ik hoor een spin. En ik hou niet van spinnen in Minecraft. Maar ik hou wel van ijs. Dus ik wil echt... Oké, die spin moet even dood. Geef me mijn ijs. Ik wil mijn ijsblokje. We hebben al een tweede ijsblokje gekregen. Maar ik had hem per ongeluk weggehakt. En dat moeten we dus absoluut niet doen. Want dan hebben we namelijk genoeg water voor een infinite water resource. Konijntje! Ja! We hebben gewoon weer een konijntje gekregen. En een dirtblokje. Dirtblokjes hebben we hard nodig. Dankjewel. Uh-oh. Dood. Dankjewel. Hoezo pakt hij de dirtblokjes niet op? Hallo, dirt. Ik wil dirt. Dankjewel. Hier maken we even allemaal sneeuwblokken van. Dan blijft dat namelijk stekken. Anders kost het me echt heel veel ruimte in mijn inventory. Ik zag hem nog. Ik zag het ijsblokje nog. Ik zag hem nog. Oh my god. Oh, dit meen je niet. We hebben nu al twee ijsblokjes weggehakt en kapot gemaakt. Oh, dit was niet de bedoeling. Mensen, spam allemaal rip ijsblokje in de chat. En als je het later terugkijkt in de reacties. Want, oh, dit was zo'n domme fout. Oi. Dit was niet slim. Waarom heb jij niet zo'n dat boek? Jeetje, je was sterk. En hallo meneer de kip. Die loopt hier ook gewoon nog steeds rustig rond. Alsof er niks aan de hand is. In de tussentijd kunnen we volgens mij wel... hier alles afmaken. Want ik heb nu 3 blokjes dirt. Wat betekent dat we die hier neer kunnen zetten. Zodat het gras hier zo... lijkt mij gaat groeien. Als ik die hier zet... kan het gras van hier naar daar groeien. En kan het makkelijk hier naartoe groeien. En kunnen we hier een klein leuk grastuintje nemen. Ik denk dat dat wel moet lukken. Inderdaad, rip in de chat allemaal. Oh, dit was zo'n domme fout. Dit was een hele domme fout. Sneeuwbal! Oh, nee joh. Hier kunnen we wat leuks mee doen trouwens. Waar is mijn schaar? Deze boom kunnen we trouwens hier wel planten. Dat is wel leuk. Waar is mijn schaar? Daar is mijn schaar. Oké, let op wat ik hiermee ga doen. Heb ik mijn pompoen? Waar is mijn pompoen? Oh, dit ziet er zo raar uit. Oh my god. Ik ben alleen mijn pompoen kwijt. Waar is de pompoen? Ik vind het wel echt leuk dat er nu overal konijntjes zijn. Maar kijk dan. We hebben gewoon een sneeuwpop. Sneeuwpop, wil je wel alsjeblieft weggaan? Je staat in de weg. Ga eens weg. Die sneeuwpop mag natuurlijk niet op mijn one block blijven staan. Want anders kan ik mijn one block niet meer hakken. Maar we kunnen dus blijkbaar ook gewoon een sneeuwpop uit mijn one block krijgen. Dat had ik niet verwacht. Uh-oh. Bekogel hem met sneeuwballen, meneer de sneeuwpop. Doe iets. Hoezo doe je niks, meneer de sneeuwgolem? Oh my god. Oké, nou daar hebben we dus ook niet zoveel aan. Maar hij staat er wel hartstikke leuk bij. Oeh, we hebben een kistje gekregen. Weer... met wat iron erin. Dus dat is helemaal leuk. En nog met wat charcoal. Dankjewel. Echt, we hebben nu al zoveel van dat chain armor. Dus ik laat dat nu een beetje alle kanten op gaan eigenlijk. Want we hebben er gewoon zoveel veel van. Een cyan bed. Nou, die hebben we niet nodig. Maar het is wel vet. En dat rijmt. En enchanting pots. Oké, dankjewel. Daar zeg ik... Daar gaan we. Sneeuwpop, ik zou even weggaan. Het gaat hier erg warm worden. We gaan namelijk dit ijs laten smelten. Hoppakee, dit mag even weg, dat mag even weg, en dat mag even weg, en dat mag even weg. Dus het ijsblokje, we hebben hem! We hebben hem eindelijk! Pieuw. Het heeft even geduurd. Oké, dat moet even weg. Waar gaan we onze infinite water source maken? Laten we die hier zetten. Ik vind dit wel een mooi plekje voor. Dan gaan we hier even een klein badje maken. Waar we even een infinite water pool kunnen maken. Even kijken, hoe gaan we dit doen? Ja, hoe gaan we dit nu doen? Even kijken. Want ik wil hier een klein gat hebben. En dit... Nee, al mijn dirt valt naar beneden. Maar ik wil hier een klein gat hebben dus. En daar wil ik dat water in leggen.
En dat... Oh, dat kan ik wel doen trouwens. Ja, ja, dat kan. Ik heb een idee, ik heb een idee. Al pak ik namelijk de ene emmer die ik al heb... en zet ik die hier neer... kan ik hieronder bouwen, als het goed is. Even kijken. Yes, dat kan. Oh, ik zit nu gewoon onder mijn one block. Oh, dit is zo tricky eigenlijk. Maar wat ik dan kan doen is... ik kan dit hier zo zetten. En daar. Hoppakee. En dan heb ik even één blokje dirt nodig. Ik heb alleen geen dirt. Oh, niet eraf vallen, Alex. Hoppakee. Maar dan... Oké. Dit moet even weg. Dankjewel. Wat ik dan kan doen is... ik kan dit weghalen. Dit en dit. Dan heb ik hier een blokje dirt. Die zet ik daar terug. En nu heb ik een soort klein keltje. Dit is de enige manier volgens mij hoe ik dit kon maken. Gaat dit stromen? Ja, dat stroomt. Dan pakken we dit water erbij. Dan doen we dat water daar. Yes! Het is ons gelukt. Een infinite waterpool. Oh, werkt hij? En hij werkt. Natuurlijk. Het is gelukt. Het is gelukt. Deze gooien we even weg. Waar is mijn ex gebleven? Oh, die is daar. Dankjewel. Oh, ik moet uitkijken dat ik die ijsbeer niet sla. Als ik die ijsbeer sla, dan gaat hij boos worden. Maar je staat een beetje in de weg, meneer de ijsbeer. Oké, we hadden weer ijs. Maar nu maakt het niet uit dat we hem hebben gesloopt. Oh, je gaat het zien. Waarschijnlijk krijgen we nu zoveel ijs krijgen dat ze niet nog... Schaapje! Ja, we hebben weer een schaapje! Oh, dit vind ik leuk. We krijgen nu allemaal leuke diertjes en zo. Kijk, dat is leuk. En we zouden nu ook gewoon een zwembad letterlijk kunnen maken. Dus dat is ook super vet. Mijn muis doet alleen een beetje raar. Oké, er zit een klein soort plakrandje op mijn muis namelijk. En die liet even los. Maar hey, die zit er weer op. Ik vind het trouwens super dope dat jullie allemaal vandaag aan het kijken zijn. We zitten hier gewoon de hele stream met 3000 live kijkers. Wat echt in freaking sane is gewoon letterlijk. Dat is niet normaal. Dus dit gooien we heel even in het hoekje. Dit heb ik allemaal niet nodig. Dit bed is misschien leuk voor de dieren. Weet je wat? De dieren krijgen in de dierenvilla nu een heel mooi cyan bed. Ik weet niet hoe je dat uit moet spreken eigenlijk. Maar hey, hij staat er wel. Alrighty. En laten we nu maar even wat doen aan de inrichting van ons huis in de tussentijd ook. Want we hebben hier... ik heb 2 zand bij me. Hebben we hier nog meer zand? Yes, we hebben nog meer zand. Dat is top. We hebben nog 1 stukje zand over. Oh, we hebben heel veel zand. Zo, dan pak ik het even zo. Dan ga ik dit in 1 keer in de oven gooien. En dan gaan we hier even wat ramen mee maken. Ook wil ik een schilderij hebben. En ik wil wat vloermatjes hebben. Dat lijkt me denk ik wel leuk om te hebben. Die bottles of enchanting, die ga ik gewoon op mezelf gooien. Dan krijg ik er nog wat levels bij ook. Hoppakee. En dat kan allemaal weg. Juist hem. Oké. Top, top, top. Waar is de sneeuwpop? Hallo, sneeuwpop. Die geeft ook een heel sneeuwspoor achter hem aan. Lees jij dit? Ja, ik lees dit zeker, Magic Player. Het moet eigenlijk weer eventjes dag worden. Want dan pas kan het gras ook gaan groeien in mijn kleine tuintje. Dus werkt het als ik slaap? Hallo? Dag? Zon, waar ben je? Oké, ik kan lang wachten. Al wil ik in mijn bed wachten totdat het dag is. Of totdat het dag is zelfs, volgens mij. Want ik lig nu in mijn bed en er gebeurt helemaal niks. Maar dan ook echt helemaal niks. Ik ga uit mijn bed. Dit heeft geen nut. We moeten gewoon rustig wachten totdat het echt dag is. Zo, dit zetten we even hier neer. Hier wil ik een heel groot raam hebben dus. Dus laten we kijken. Kunnen we dat raam al maken? Dan hebben we nog 1 stukje glas nodig. En dan kunnen we het raam maken. Kom op, glas. Kom op, glas. Yes, dankjewel. Oké, dan gaan we even naar de crafting table toe hier zo. En dan doen we dit er allemaal even mooi in. Hoppakee. En dan gaan we dit even mooi hier dichtbouwen. Want hier komt geen deur dus. Hier komt alleen een raam. Zo, voilà. Zoals op die manier. Hoppakee. En daar. Dit ziet er wel nice uit. Ik vind het er wel nice uitzien. Wat vinden jullie? Laat het weten in de chat natuurlijk. Ik heb nog 1 grindstoner. Laten we die gewoon lekker hiernaast zetten. Ziet er leuk uit, weet je. Is de garage ook weer een klein beetje opgevuld. Ik vind dit er alleen wel nog lelijk uitzien eigenlijk in de garage. Dus we zouden dit dicht kunnen maken. Ik wacht er nog heel veel mee. Ik heb namelijk nog niet alle materials ervoor bij me. Maar we zouden het altijd dicht kunnen maken. Alrighty, laten we nog even verder kijken. Deze kisten zijn allemaal nog leeg natuurlijk. Wat hebben we hier nog? Oh ja, dit moeten we ook nog weghalen. Oeh, bijna vergeten. Dan pas kunnen we namelijk kijken hoe mijn huis er van de voorkant tot nu toe uitziet. Daar ben ik wel echt super benieuwd naar. Even... Oeh,
Kijk dan hoe. Ik vind het echt nice geworden, dit huis, mensen. Wat vinden jullie ervan? Als je het zo even van de voorkant moet bekijken, er staan wel een paar bomen voor. Maar wat is dit nou kapot gemaakt? Oh, dit is kapot door die boom. Maar wat vinden jullie ervan? Laat het weten in de chat. Ik ben er super benieuwd naar. Het gras is hier alleen nog niet aan het groeien. Dat is wel jammer. Ik heb even wat eten nodig. Dus ik ga even... Nom, 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 nom. Even wat eten, dankjewel. Nou, we hebben nog één stukje eten nodig. Voor dat ene kleine stukje. Hoppakee. Dan regeneren we tenminste pas weer een beetje. Right, cool, cool, cool. Oké, mensen vinden het een ziekenhuis. Daar ben ik blij mee. Ik vind het ook verder uitzien. Mensen zeggen ook, maak een geheime basis. Of iets geheims. We kunnen wel wat geheims maken in het huis. Zullen wij een geheime kamer maken waar alleen wij wat van mogen weten? Alleen de 2400 live kijkers die er nu bij zijn, mogen daar wat van weten. Dus jullie mogen het dan ook niet aan iemand doorvertellen waar die geheime kamer zit, oké? Jullie mogen het aan niemand doorvertellen. Iedereen die nu naar deze stream of kijkt als video of als livestream, jullie mogen het dan aan niemand doorvertellen. Maar dan gaan wij met z'n allen een geheime kamer maken. Want wat nou? Al maken wij gewoon, al doen we gewoon hier een klein gaatje. Nou, dan kunnen we hier al een geheime kamer maken. Ja. Oké, mensen. Wij gaan heel stiekem met z'n allen een geheime kamer maken. En de geheime kamer, dat wordt ten eerste geheim. En ten tweede wordt dat de beste plek moet dat worden van het huis. Oftewel, het moet gewoon de grootste chillruimte worden in het hele huis. Dus laten wij hem hier maar maken. De zon zie ik daar al langzaam naar boven komen. Dus dat is leuk. Maar hier gaat ons geheim komen. De sneeuwpop mag het zelfs niet eens weten, mensen. Dus ik hoop niet dat de sneeuwpop hier ineens binnen komt lopen van... Yo, hoe staat het hier voor? Nee, want die mag het ook niet weten. Alright. Laten we hier maar eventjes een klein stukje groter maken. In onze geheime kamer. Ik moet wel... We moeten het extra geheim maken. We moeten dubbele beveiliging hebben, denk ik. Dus ik denk dat we hier een muur zetten. Op deze manier zo. Hoppakee. En dan doen we hier een muurtje zo. Ja. Oké, ik heb een idee, mensen. Ik heb even twee stukjes wol nodig. Dus ik ga even naar meneer het schaap toe. Hallo, meneer het schaap. Ik heb even twee stukjes wol nodig. Hij geeft er vier. Nou, dankjewel. Dat wordt heel erg gewaardeerd. Wat we namelijk nodig hebben, is wij hebben een... We hebben twee schilderijtjes nodig. Dus ik gooi dit er even in. Ik heb nog eentje nodig. Oh. Oké. En dan doen we dit hier allemaal. En dan doen we een stukje wol daar. Dankjewel. En dan hebben we nog een schilderij nodig eigenlijk. Ik gooi dit er gewoon allemaal in. Zo. Hoppakee. Dan doen we dit daar omheen. Dan doen we daar nog een stukje wol bij. Hoppakee. Oké, dit gaat een heel ziek plekje worden, mensen. Dan hebben we daar nog één zo'n eentje nodig. En dan hebben we hier bordjes nodig. We hebben iets meer bordjes nodig, denk ik. Zo, op deze manier. Dit is perfect. 6 bordjes. Dat is meer dan genoeg. Wat we dan namelijk gaan doen, is deze bordjes zetten we hier neer. En daar overheen zetten wij dan een schilderij. Wow, dit schilderij is perfect trouwens voor deze muur. Dit is perfect en niemand kan hier weten dat hier wat achter zit. Ik bedoel, waarom zou je denken dat er hier nou weer wat achter moet zitten? Niemand denkt daar toch aan. En dan kom je hier aan en dan zit dit hier. Maar dat is niet het enige geheim. Ik wil er namelijk nog een geheime kamer bij maken. En die zit hier. Dus je denkt als je hier binnenkomt van... Oh, wat leuk. Huh? Nog een schilderij. En dan denken mensen van... Oké, nou, dat zal het vast wel zijn. Maar nee, daarachter zit pas de geheime kamer. Ja, je hoort het goed. Hierachter pas. Maar misschien... Nee. Zullen we een ander schilderij nemen? Ik weet het niet. Nee, ik hou deze gewoon lekker. Zo. Deze ziet er wel artistiek uit, hé. Hoppakee. Ja, dit wordt heel nice. Dit wordt echt de ziekste kamer van het huis, mensen. Dan gaan we dit hier zo bouwen. Hoppakee, halen we dit even weg. Dan doen we dit hier zo. Oké, hier gaat de kamer wel weer ophouden. Maar er moet hier bijvoorbeeld een jukebox in komen. En al dat soort dingen. Dit wordt gewoon de ultieme chillkamer. Dus met een lekker bankje en alles. Gewoon de ultieme chillkamer, weet je. En alles wat je in een chillkamer moet hebben, dat moet er gewoon in zitten eigenlijk. Even kijken. Wat hebben we nog meer nodig? Liep er nou iemand naar binnen?
Wie is Wiebo? Ik heb ineens iemands hoofd gekregen. Nou, weet je wat, Wiebo? Alsjeblieft. Jij zit aan de muur. Wat? Oké, ik krijg ineens iemands hoofd hier letterlijk. Maar, wat hadden we nou nodig? Hout. We hadden hout nodig. Dus ik ga even wat hout pakken. Hier heb ik nog wat hout liggen, gelukkig. Heb ik verder nog hout liggen hier zo? Hallo, hout! Waar ben je? Oeh, ik heb heel veel hout liggen hier zo. Au, er zit daar een skeleton. Oké, hoppakee. Dan hebben we... Nee, we hebben nu nog een normale plank nodig. Oké, dit ga ik allemaal meenemen. Oh, dit gaat zo vet worden hier. Hoppakee. Dat daar. En oh, er moet nog even een klein hoekje hier komen. Zo. Juist hem. Oh, hohoho. Jullie mogen dit dus echt tegen niemand vertellen, mensen. Dat deze geheime kamer hier zo zit. Nou ja, anders is het geen geheime kamer meer, weet je. En dat moeten we niet hebben. Zo, hoppakee. Kijk dan, hoe vet. Oh, ik ben hier echt blij mee. Ik ben hier heel blij mee. En dan moet er hier nog een dak op komen. Dat gaan we gelijk doen. Dat ga ik gelijk erop zetten. Hoppakee, waar is mijn crafting table? Hebben we nog slabs hier? We hebben nog heel wat cobblestones. Dat komt goed uit. En dan gooien we dit gewoon allemaal hierin. En voilà, één stack. Daar ben ik wel genoeg aan. Hoop ik wel. Au, die skeleton doet me pijn. We hebben weer een donatie. Deze keer hebben we een donatie van John Gerritsen. John, dankjewel voor jouw €2,30 donatie. Er zit helaas geen berichtje bij, maar wel heel erg bedankt voor jouw donatie. Wordt heel erg gewaardeerd. Support dit kanaal enorm mee. Even kijken hoor. Zo, dit gaan we even hier allemaal weer zetten. Zo... Ik vuur bijna naar beneden. En dat moeten we niet hebben. Even kijken. Hoppakee. Dat daar. Zo, kijk dan. Oh, dit is zo'n vette kamer. Oké, we hebben wel een lichtje nodig, dat sowieso. Dus daar hebben we een lichtje. Dan hebben we een jukebox nodig. Volgens mij hebben we daar een diamond voor nodig. Er zijn hier mensen die allemaal hoofden hier naar binnen aan het gooien zijn. Waarom? Ik heb geen idee. Het gras begint trouwens ook weer te groeien. Dus dat is top. Omdat het natuurlijk weer dag is geworden. Maar wat hebben we nodig? We hebben één diamond nodig voor een jukebox volgens mij. En dan hebben we allemaal hout eromheen nodig, dacht ik. Dus laten we die maar even maken. Yes! There we go! Hoppakee. Heerlijk. Oké, laten we dan ook eventjes een paar schapen scheren, want dan krijgen we wat wit wol. Ik wil namelijk een bank maken. Oh, jij moet ook even... Hey, schiet eens even niet op mijn schapen! Schoot hij nou op mijn schaap? Oh my god. Hoppakee. En hoezo zijn mijn schapen ook weer wit? Echt, er gebeuren zoveel random dingen hier. Dat is niet normaal. Maar oké, we bouwen gewoon een witte bank. Even kijken, waar zullen we de bank zetten? Ja, ik zit alleen zo te kijken. Zoveel ruimte hebben we nou ook weer niet voor een hele grote bank. Dus ik denk dat dit echt de grootste bank is die we kunnen nemen maar. Dan kunnen we de jukebox hier zetten. En daar heb ik een disc voor. Oké, dan doen we heel veel de muziek uit. Mensen, wij gaan eventjes luisteren naar de oh zo mooie muziek van Minecraft. Ik ga de disc erin doen. Daar gaat-ie. Hey. We hebben de cat disc erin. Is die leuk? Ik weet het niet. Ik vind hem een beetje saai tot nu toe. Wat vinden jullie van de cat disc? Nou, ik vind hem niet leuk. Het is niet echt iets waarop ik heel erg zo kan viben. Misschien komt er nog een drop aan. Ik weet het niet. Komt er een drop? Oh! Hey! Nee, ik vind hem niet leuk. Nee, ik haal hem eruit. Oké, sorry cat disc, maar je bent niet zo leuk. We doen gewoon weer lekker de andere muziek aan. Oh, het spijt me cat disc. Maar ja, hoppakee. Ook wil ik hier binnen trouwens nog wel een klein schilderijtje hebben. Ik bedoel, het ziet er gewoon leuk uit om een schilderijtje te hebben. Ook al hebben we hier al aardig wat staan nu. Nieuwe donatie van NB Gaming. NB Gaming, dankjewel voor jouw nieuwe donatie. Insane, dankjewel. Wordt heel erg gewaardeerd. Laten wij ook in onze geheime kamer trouwens wel een klein raampje maken. Dan hebben we nog wel een beetje iets van licht wat binnenkomt. En dat is denk ik wel mooi als we dat hebben.
Dus dan doen we gewoon hier twee raampjes op deze manier. Deze gaat hier dicht. En dan doen we gewoon dit daar en daar. Hoppakee. Kijk, dan hebben we tenminste nog iets van licht. En dan hebben we denk ik... Hiervoor hebben we quartz nodig. Ik heb een klein beetje de hik. Maar ik denk dat we naar de Nether moeten. Ik denk dat we quartz nodig hebben. Dan kunnen we namelijk hele mooie slabs maken voor de bank. Of heb ik al quartz? Ik heb 2 blokjes quartz. Is dat genoeg? Dit is perfect. Dit is helemaal perfect. We hoeven helemaal niet naar de Nether. We hebben het quartz al. Hoppakee. Kijk, dan kunnen we hier mooi zo de slabs zetten. En dan hebben we hier een hele mooie bank staan ineens. En dan wil ik hier nog een klein schilderijtje hebben. Die dient als de tv soort van. Dus laten we maar eventjes een klein schilderijtje erbij maken. Die ijsbeer. Ijsbeer, wat doe je in mijn huis? Kom eens uit mijn huis. Oh my god. En hoppakee. En ho, ho, ho. Dat gaat fout. Yes. Voilà. En dan kunnen we dit hier binnen zetten. Even kijken. Hoppakee. Nou, dit ziet er wel leuk uit. Ik vind dit schilderijtje er leuk uitzien. Dus die laat ik lekker staan daar. Hoppakee. Mensen zeggen ook, maak een anvil. Die kost wel... Meneer de ijsbeer, wil je even weggaan uit mijn huis alsjeblieft? Klein beetje privacy in mijn huis mag ook wel. Hij heeft er gewoon geen zin in, die ijsbeer. Die ijsbeer denkt echt van, weet je wat? Ik blijf hier gewoon lekker staan. Ik vermaak me hier prima. Zo denkt die ijsbeer volgens mij echt serieus. Maar ik vind het niet zo leuk dat je hier bij staat, meneer de ijsbeer. Dus ga eens uit mijn huis, jongen. Is hier nou ook... Er is volgens mij ook iemand in Invisibility die de hele tijd in mijn huis loopt. Ik weet niet hoe die op mijn eiland kan komen. Maar het is een beetje vervelend. Hier, ik krijg allemaal netherite, maar ik hoef dat niet. Namelijk Levi. Even kijken hoor, ik pak de naam er eventjes bij de hele naam. Levi Glanstra, dankjewel voor het lid worden op mijn YouTube kanaal. Geniet lekker van jouw groene naam in de chat en jouw mini shield potion van Fortnite achter je naam. Die upgrade des te langer jij lid bent hier op mijn YouTube kanaal. Shout out jou, dankjewel voor het lid worden. Wordt heel erg gewaardeerd. Ik heb netherite opgepakt. Dat is weer weg, toch? Yes, de netherite is weer opgepakt. Weer iemand anders. Gelukkig. Alrighty. Dit is gewoon de ultieme chillroom. De ultieme geheime chillroom. Die zit hier gewoon helemaal achter. Dus niemand mag dit weten dat dit hier zit. Dit is wel een zieke kamer. Laten we dan ook nog met het ene stukje leer wat ik heb iets maken. Zodat we de muziekdisc altijd bij de jukebox kunnen leggen. Wat ik namelijk wil maken. Dus ik wil eventjes dit zo hebben. En dan dit hier zo. Hoppakee. En dan gaan we even... Hier, er is iemand die de hele tijd items achter me aangooit. Maar ik hoef de items niet. Dat is allemaal... Ik weet niet waar het gaat. Deze keer is het Eleni Aesthetics. Eleni, dankjewel voor het lid worden. Ook op mijn kanaal. Geniet jij ook lekker van jouw groene naam in de chat. Als jij nu namelijk in de chat... in de live chat iets typt... Dan val je extra erg op met je naam. Ik zou zeggen, probeer het maar uit. En het is gewoon super dope. Dankjewel voor het lid worden op mijn kanaal. Jij hebt nu ook die mini shield potion achter je naam. Die upgrade. Des te langer jij lid bent natuurlijk ook op mijn kanaal. Wat super, maar dan ook echt super dope is. Eventjes kijken hoor. Dan had ik deze nodig en die wou ik hier inleggen. Hoppakee. Kijk eens aan. Die staat er heel erg mooi in. Alright. Ik wil iets proberen in de tussentijd. Moet ik even wat doen. Even kijken hoor. Ik moet namelijk ervoor zorgen dat de video van morgen online komt te staan. Dat is namelijk de Minecraft Survival video. In de Minecraft Survival wereld waarmee ik samen met Knijn speel. Die komt morgenochtend om 8:30 namelijk weer online natuurlijk. Dus die moet je zeker checken natuurlijk dan als die online komt. Want die is ook weer, dat is weer echt één grote chaos in die Minecraft Survival wereld. Het is altijd is het één grote chaos in die Minecraft Survival wereld. Voor de mensen die de Minecraft Survival van mij nog niet kennen. Die bijvoorbeeld net bij de stream zijn. Sowieso, zorg ervoor dat je bent geabonneerd op mijn kanaal. Want dit moet je zien. Zorg ervoor dat je een belletje drukt op mijn kanaal naast de abonneerknop. Want dan krijg je zelfs nog een notificatie van wanneer deze video online komt. Ik heb namelijk in Minecraft een soort van burenruzie, kan je het wel noemen. Met mijn buurman in mijn Minecraft Survival wereld. En... Meneer het schaap, wat doe jij hier?
Oh my god. Maar ik heb een beetje een burenruzie met mijn buurman in Minecraft. En hoezo komen er hier allemaal mensen? Hoe kan dit? Hoe kunnen hier allemaal mensen komen? Ik snap het niet. Wat de heck gebeurt er hier allemaal? Maar daarover komt morgen dus weer in de ochtend om 8:30 een hele nieuwe video over online. Dus dat is ook echt super, maar ook echt super leuk. Dus ik ben nu die video alvast helemaal voor jullie aan het instellen. Zodat die morgen gewoon voor jullie allemaal online komt. Dat doe ik allemaal in de tussentijd lekker. Even kijken hoor. Zo, voilà. Die is aan het uploaden. Kijk, kan allemaal tussendoor. Hoi als je dit ziet. Yo Vincent, welkom bij de stream. Super dope dat je erbij bent, man. Super dope. Echt, ik ben echt blij met het huis wat wij vandaag gebouwd hebben. Ik vind het er echt super, maar ook echt super dope uitzien. Maar hoe komen al deze mensen op mijn eiland? Oh, ik snap het niet. Hoe komen al deze mensen hier? Dit is niet normaal. Oh my god, ik ga gewoon lekker... Ik ga mezelf verstoppen in mijn chillroom. Ik bedoel, deze ziet er best vet uit. Dit is de enige kamer in mijn huis die tot nu toe al een klein beetje is ingericht. Ga Netherland SMP. Ik heb wel een keertje Netherland SMP gespeeld hier op mijn... Tracky. €2.30 donatie. John, dankjewel voor jouw €2.30 donatie. Dikke, maar ook echt een dikke shout-out naar jou. Heel erg bedankt. En er staat hier ook een kip ineens in mijn huis. Hallo kip. Hoe gaat het met jou, kippie? Echt, ik hoor allemaal stemmen hier. Dat is niet normaal. Er ligt hier ook weer een hoofd. Er zijn hier allemaal mensen die hier hun hoofd aan het droppen zijn. Zo van, yo, weet je wat, Alex? Hier, mijn hoofd. Maar wat moet ik ermee? Ik heb hier al een creeperhoofd en een hoofd van een kat en een hoofd van een of andere kikker of zo, lijkt het wel. Iemand zegt in de chat, ga naar de Nether. In de video die vandaag vanochtend online is gekomen van OneBlock ben ik al naar de Nether gegaan. Oh my god, de kip heeft een ei gelegd. De kip heeft letterlijk een ei gelegd. Komt er een baby kuikentje uit? Nee, oh, ik heb hem per ongeluk op het schaap gegooid. Sorry, schaap! Spijt me, in de tussentijd ga ik lekker op blok. Wow, wat is dit? Au. Oké, die is dood. Ik ben niet snel. Waar is dat beest gebleven? Voor degene die op mijn eiland zit, wil je alsjeblieft van mijn eiland afgaan? Waarom zitten er hier zoveel mensen? Hoort je lid, zie ik mensen in de chat vragen. Naast de abonneerknop staat een blauwe knop waarop staat lid worden. Al klik je daarop kan je een soort betaald abonnee worden. Waardoor je extra erg opvalt in de reacties onder video's. En in de reacties in livestreams. Maar het is dus wel inderdaad betaald. Het kost €5 per maand. Dus hou daar wel rekening mee. Dus als je het niet wil missen of niet kan missen, doe het dan zeker niet. Ik wil hier eigenlijk ook nog... Ik wil mijn slaapkamer een beetje inrichten. Laten we hier ook een schilderijtje bij zetten. Ik hoef jullie hoofden niet. Oh, ik krijg zoveel hoofden. Kik ze, ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe het moet. Oh nee, dat beest staat er ook nog. Maar laten we even kijken. In de tussentijd wil ik een schilderijtje erbij maken. Dus dat ga ik ook gewoon doen ook. Hoppakee. Voilà, schilderijtje. Ik heb wel een slowness. Oh, ik heb de hele tijd slowness op me. Maar hier moet ik ergens mijn schilderijtje kwijt kunnen. Laten we hem gewoon hierboven zetten. Oh, meneer Schaap, wil je even aan de kant gaan? Ik weet, het is een hartstikke mooi schilderij. Maar nu even niet! Oh, die schapen staan ook overal. En die ijzer staat ook nog half in mijn huis. Er zijn allemaal dieren gewoon. Ik ga hier nog even wat lichtjes om mijn bed zetten. Ik bedoel, mijn slaapkamer moet er wel natuurlijk een beetje mooi uitzien. Het moet er wel een beetje netjes uitzien allemaal. Dus daar gaan we allemaal gewoon lekker rustig aan voor zorgen. Alrighty. Ik krijg allemaal spullen hier, maar dit zijn niet mijn spullen en ik wil het dan ook niet aannemen. Dus ik gooi het er gewoon allemaal weer af. Mensen, vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ben je nou geabonneerd op mijn kanaal? Laat het dan weten in de chat hier beneden. Dan ga ik gewoon zoveel mogelijk mensen een shout-out proberen te geven. Die hebben geabonneerd op mijn kanaal. Dus laat allemaal jullie namen achter. En alleen als je bent geabonneerd, dan noem ik hem op natuurlijk. Dus zorg zeker dat je op dat knopje hebt gedrukt. En in de tussentijd staat de video bijna klaar voor morgen al. Oh, ik krijg ook allemaal spullen in mijn hand gedrukt en alles.
Oh, wat krijg ik allemaal? Bedankt voor alle spullen die jullie me geven, maar... Ik moet het toch weer naar beneden gooien. Ik heb er niks aan. Ik moet er toch weer vanaf komen. Ik heb nu een of andere warp gekregen, maar ik heb er niks aan. Dus ik gooi hem daar even neer. Ik zou zeggen, pak hem weer op als je hem wil hebben, maar ik hoef hem niet. Echt maar, ik snap niet hoe het kan dat er mensen op mijn eiland kunnen komen, want ik zit gewoon in een server. Misschien daardoor. Ik weet het niet. Maar het is blijkbaar wel een mogelijkheid. Dus dat, ja, dat is jammer. Oh, wat gebeurt er? Oké, er gebeurt niks. Top. Ik ben in de tussentijd namelijk, voor de mensen die zich afvragen, de video voor morgenochtend aan het klaarzetten. De Minecraft Survival. En ik krijg een boek. Wat staat hier? Lock your island. Hi Alex, we zien... Oké, ik heb even een boekje gekregen van de staf. We zien in je stream dat je de mensen die heel de tijd TP'en erg irritant vindt. Je kan je island locken, zodat er niemand op je eiland kan komen. Doe daarvoor is slash is settings en klik dan op tripwire. Die zie je... Oké. Slash... Oh, dan moet ik even mijn chat aanzetten. Even kijken hoor. Chat settings. Oké, dank jullie wel, staf. Dat sowieso. Slash is settings. Alright, en dan de tripwire. Lock island. Oké, mijn eiland is nu als het goed is gelokt. Dus nu kan er niemand meer op. Dank jullie wel, staf. Thanks voor de tip. Oké, dan doen we de chat weer eventjes uit in de tussentijd. Want is dat helemaal vol. Oh my god. Kijk, dat is geregeld. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Ik gooi het eilandje weer even naar beneden. Maar even shout-outje naar Jamie Ike. Shout-out naar jou, man. Dankjewel. Sowieso dikke shout-out naar de Foxcraft server waarop ik deze One Block serie doe natuurlijk al best lange tijd. Even kijken hoor, staat de video? De video is bijna klaar om te uploaden ook. Die gaat niet nu nog online natuurlijk, die gaat morgenochtend online. En ik ben echt benieuwd naar wat jullie ervan vinden, want hij is best leuk geworden. Het is natuurlijk gewoon weer de meest chaotische survival ooit op Nederland. Als Oh, jij staat er ook nog natuurlijk. Ga eens dood jij. Woe! Die is dood. We gaan in de tussentijd gewoon lekker verder. Ik weet niet of we vandaag nog echt iets kunnen gaan bouwen. Want we hebben vandaag al best veel gebouwd. En de volgende keer zouden we misschien eventueel iets anders kunnen bouwen, zoals een zwembad. Want we hebben nu eindelijk water. En we hebben sneeuw, dus we zouden ook een iglo kunnen bouwen. We kunnen echt van alles bouwen natuurlijk altijd. Maar ik ben echt heel blij met de upgrade die we tot nu toe vandaag gemaakt hebben al. Ik blijf van nu nog gewoon lekker verder hakken in het winterthema. Want hier staan nog allemaal dingen. Oh nee, waarom staat dat poortje nou weer open? Die moet dicht zijn. Jongen. Oh my god. En oké, alles moet eventjes kapot hier zo. Voilà, zand moet ook even weg. Want zand is altijd wel handig. Daar kunnen we natuurlijk gras van maken. Of gras, glas met de L. Dat moest ik zeggen. Alright, is het al gelukt met de video? Yes, de video is gelukt. Dat is helemaal top. Mensen, ik ga de video intussen net klaarzetten. En die ga ik denk ik op première zetten. Dat is een functie dat we morgenochtend met z'n allen live ook de video kunnen bekijken. Dat lijkt mij super leuk om een keertje uit te testen met jullie. Dus ik ben gewoon letterlijk tijdens de stream de video voor morgen voor jullie aan het klaarzetten. Even kijken. Dan moet alles even erin staan. Zo. Yes, en dat staat klaar. Dan gaat hij online morgen 14 om half 9. There it is, half 9. Zo. Oké, die staat klaar. En die wordt nu, als het goed is, geüpload. Yes, die staat klaar. Oh, dit is top. Oké, mensen, de video voor morgenochtend staat dus nu ook helemaal klaar. Ik ga nu wel uit de Minecraft One Block wereld. Ik ga afsluiten in mijn geheime kamertje, maar blijf... Nee, joh! Hoe kun jij deze geheime kamer nou hebben gevonden? Oh my god, mensen... Ik wil jullie even doorsturen. Op mijn YouTube-kanaal staat namelijk een video klaar voor jullie om alvast te checken. Jullie kunnen er alvast heen gaan. En als je er nu al heen gaat, kom je dan ook in beeld met je naam in de livestream.
Hij staat hier voor me. Het is de OneBlock. Even kijken hoor. Of het is niet de OneBlock. Het is de Minecraft Survival Video. En al typen jullie nu wat bij deze video in de chat, dan komen jullie gewoon, zoals je kan zien, aan die kant van de stream in beeld. Voor bijna 2000 live kijkers nu nog zelfs. Dus mensen, ik zou zeggen, ga allemaal naar mijn YouTube kanaal toe. Ga naar deze video, klik alvast op het belletje. Er staat hieronder een belletje met herinnering instellen. Klik daar alvast op, dan krijg je morgenochtend namelijk een melding van wanneer de première gaat beginnen van de nieuwe Minecraft Survival video. Ik zie al mensen in de chat first. Dus shout-out naar GamerboyElf, shout-out naar Levi, shout-out naar Elias Wolf, shout-out naar Elias Gamesfan, Roblox, Trains and More, shout-out naar jou, Raphaël van der Meer, shout-out naar jou, Wout, Polly YouTube, shout-out naar jullie allemaal. Klik, gaan dus allemaal naar die video alvast toe. Klik op dat duimpje omhoog. Zouden we daar nu al de 1000 likes op kunnen halen? Dat zou super dope zijn natuurlijk. Al kunnen we dat halen, dus zullen we het gewoon proberen met z'n allen. Door nu allemaal massaal naar die video te gaan. En alvast op het duimpje omhoog te drukken. En natuurlijk ook op het knopje herinneringen instellen. Want dan krijgen jullie een notificatie van wanneer deze video online gaat. Er zitten daar nu al zoveel mensen te wachten. Ik ga deze livestream namelijk nu afsluiten. Dus ga zeker allemaal nog daar naartoe. Naar deze video, naar de première alvast. Klik op het belletje met herinneringen instellen. En al heb je dat gedaan, laat het dan weten in de chat van de video. Dus niet van deze livestream, maar de chat van de video livestream, zeg maar. En dan ga ik iedereen in de livestream hier weer een shout-out geven. Dus shout-out naar Amy, shout-out naar Dennis, shout-out naar Britt. Shout-out naar Thomas, shout-out naar Jan, shout-out naar Danielle, shout-out naar Denisha, shout-out naar Muus76, shout-out naar Tijmen, shout-out naar Martijn. Super dope dat jij ook bij de video alvast komt kijken. Klik natuurlijk allemaal dus op dat duimpje omhoog alvast bij die video, dat zou super tof zijn. En klik dus op het knopje waarop staat herinnering instellen. Ik zal het linkje ook in de chat doen. Ik ga hier namelijk de livestream bij afsluiten. Ik vond het super leuk weer vandaag. We hebben echt best lang geminecraft. We hebben echt best veel gebouwd ook weer. Dus ik ben het zeker een geslaagde stream. Hopelijk jullie ook. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze stream. En hopelijk zie ik jullie daar bij de volgende video. En...